Ik ben Chris Dom en ik werk bij Welzijnszorg. En deze webinar met de heel sexy titel Webinar met Pascal de Dekker en Johan Witters. Hè. We konden niet iets creatievers verzinnen, maar ga uiteraard over het thema wonen. De campagne van Welzijnszorg dit jaar. Hè. Wonen onbetaalbaar. Vooraleer dat we van start gaan... misschien toch een paar praktische afspraken voor diegenen die nog nieuw zijn met het medium webinar. Je ziet onder het symbooltje met de micro mute. Hè, je micro zal rood kleuren. Joke, collega van mij, zal iedereen van de deelnemers muten op dit moment. Het is de bedoeling dat je pas na de uitleg van Pascal en van Johan... dat we dan in gesprek met elkaar kunnen gaan. Wanneer er tijdens de uiteenzettingen vragen zijn, dan kan je die zeker al stellen in de chat. Dat is het tekstballonnetje. Je moet ook weten dat deze sessie opgenomen wordt. Dus als je liever niet in beeld komt, dan zet je je camera af en dan kom je zeker ook niet in beeld. Ik kijk even naar mijn collega Joke, want ik ben vergeten om het op te zetten, de opname, of dat ondertussen gebeurd is. Oké, dat is in orde. Dus in het kader van onze campagne dit jaar, wonen onbetaalbaar, onaanvaardbaar, hebben we Pascal de Dekker en Johan Witters gevraagd om ons mee te nemen in het woonverhaal. Pascal en Johan, dat zijn twee oudere mannen met heel wat kilometers op de teller. Zelf heb ik ook wel wat kilometers op de teller natuurlijk. Maar het fijne aan Johan en aan Pascal is dat zij ook met die kilometers wel een bepaalde route gereden hebben. Een route die wel zeer interessant is voor ons om te horen als het gaat over huisvesting en hoe zit het nu. Want als ik begin met Pascal, oké, we zijn niet voor titulatuur, maar ik ga zelf even moeten spieken. Hè. Hij is socioloog, hij is ruimtelijk planner, hij is dokter politieke en sociale wetenschappen, hoogleraar aan de onderzoeksgroep Planning for People, Urbanity and Landscape in de faculteit van de KU Leuven, maar ook op de Universiteit Gent zit hij in de afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning. Dat is een hele boterham, dus dat kon ik niet van buiten leren. Maar Pascal is ook al heel lang rond dat thema wonen bezig. En hij gaat ons zelfs meenemen in een stuk van de analyses van een woonbeleid en van de problemen die er op dit moment vaststelbaar zijn. Maar ook een stukje oplossingsvoorstellen. Maar om te vermijden dat Pascal de hele avond aan het woord is, niet dat hij onzinnige dingen zegt, maar het moet een beetje... afwisselend blijven ook, hebben we hem gelimiteerd tot stukken van 20 minuten. Dus de bedoeling is dat Pascal in twee brokken dit brengt aan ons en dat dan daar tussen die brokken door Johan Witters van Kras reflecteert op wat aangebracht is door Pascal. Nu, Johan is bestuurder van Kras. Kras is een organisatie in Gent die verschillende andere organisaties die met mensen in armoede werken overkoepelt en samenwerkt. Die organisaties zijn divers. Dat gaat van verenigingen waar armen het woord nemen, welzijnsschakels, andere privé-initiatieven. Maar wat telt is dat Kras al meer dan 25 jaar bestaat, denk ik, in het Gentse. En dat zij jaarlijks... 13.000 à 14.000 mensen bereiken in Gent. Dus als het gaat om het aftoetsen van het woonverhaal met mensen in armoede, dan konden we ook geen betere persoon vinden dan Johan, die daar ook al heel lang mee bezig is. Voilà, de micro's staan af. Ik ga mezelf ook muten en ik ga aan Pascal vragen om zijn voorstelling te sharen met ons, zoals dat zo mooi heet. En binnen, voilà, hij is al begonnen. Pascal, aan u het woord. Oké. Is dat beeld in orde? Komt.
We zien nog uw volledig scherm nu. Ja. Ja, nu is die nog. Oké. Goedenavond allemaal. Het is wel een beetje een bizar gegeven om hier op een avond tegen mijn computerscherm zitten te praten. Ik heb de presentatie als titel gegeven. Er is geen woonprobleem in Vlaanderen dan twee streepjes. Er is een woonprobleem in Vlaanderen. Dat is wel een bizarre titel. Ook licht sarcastisch, maar dat zal straks duidelijk komen waarom. Ik heb eigenlijk... Oké. Er zitten twee delen. Twee delen, maar het is, zoals Chris gezegd heeft, is er straks een pauze, een stuk voor de pauze en een stuk na de pauze. Ik ga in een stuk voor de pauze, heel kort, van 20 minuten is inderdaad niet heel weinig, heel beknopt, een aantal dingen zeggen over één... ons wat dat we de woonorde genoemd hebben, een aantal collega's. Ik kan toch ook wel ingaan op de diagnose, op een aantal problemen. En dan werkelijk een superkorte appreciatie van de beleidsefficiëntie zoals we die in het verleden gekend hebben. Na de pauze ga ik dan meer in op een aantal voorstellen, vooral een verhaal dat oplossingen kan aanreiken. Oké. Eerste titel, dus deel 1, met als titel, er is geen woonprobleem in Vlaanderen. Ik ga het eerst kort hebben over de Vlaamse woonorde, of wat mijn andere collega's de Vlaamse woonorde hebben genoemd. Heel kort, zeer kort zelfs, toch een stand van zaken voor wat het recht op wonen in Vlaanderen betreft. En dan, zoals gesteld, kort een appreciatie van dat beleid. Nu, in Vlaanderen hebben we een woonmodel, systeem, regime, literatuur, ga je er allerlei begrippen voor vinden. We hebben dat samen met een aantal collega's, Stijn Oosterling enzovoort, in het kader van een onderzoeksprogramma uiteindelijk een woonorde genoemd, omdat die al heel lange tijd toch behoorlijk stabiel is. En die woonorde, dat betekent, die is eigenlijk heel liberaal. Dat is eigenlijk een voornaam kenmerk van ons woningallocatiesysteem. Dat betekent, de individuele verantwoordelijkheid is zeer groot. Dat komt er eigenlijk op neer dat de mensen hun woonprop op enkele uitzonderingen na, dus die 6% sociale huursector, dat de mensen hun woonprobleem zelf moeten gaan oplossen. Iedereen is daar individueel verantwoordelijk voor en dat betekent dat de mogelijkheden die iemand heeft in ons woonsysteem onlosmakelijk verbonden is met de positie op de arbeidsmarkt en dat zij persona later nog aantonen. Twee belangrijke kenmerken daarvan is dat er eigenlijk geen collectieve doelstellingen zijn. En die zijn er ook nooit geweest. De Belgische, nog Vlaamse overheid, nog lokale overheden hebben ooit voor zichzelf op langere termijn doelstellingen opgelegd. Dat is nooit zo geweest. Er zijn altijd regels geweest, er zijn altijd subsidies geweest, maar daar waren geen doelstellingen aan verbonden. Nu, historisch is er, en dat gaat terug naar de 19e eeuw, is er een focus op de ondersteuning van het privaat eigen woningbezit. En dat is een van de kenmerken van ons huisvestingsbeleid geweest. Woonnoden wil men in het verleden en op vandaag nog altijd in eerste plaats oplossen door eigenaars van mensen te maken. De consequentie daarvan is dat sociale huisvesting, en dat blijkt heel goed uit de discussies onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, dat sociale huisvesting iets residueel is, een rest. Hè? We gaan alleen maar aan sociale huisvesting gaan doen als dat eigen woningbezit, als dat niet lukt. Met dan in de bedenking, in de naoorlogse periode, met de gestegen welvaart, is dat eigen woningsbezit constant gestegen. Je kan dat interpreteren als een succes. Dus is sociale huisvesting eigenlijk altijd iets in de rand geweest. Een ander gevolg daarvan, maar tegelijkertijd is het ook wel een structurerend iets, de private huurmarkt, de private huursector, is eigenlijk heel beperkt geregeld. En dat is ook een historisch constante. Ga terug naar de wet Napoleon, de code Napoleon, met de vrijheid private huurmarkt en de gelijkwaardige machtspositie van huurder en verhuurder, wat in de praktijk uiteraard niet zo is. Maar dat gaat erop terug, dat betekent heel weinig reglementering, vooral vrije prijsvorming, maar ook kortlopende contracten, heel zwakke kwaliteitsbeleid. Dus dat zijn de kenmerken van ons systeem. Ondersteuning, historisch, lange tijd, tot op vandaag, eigen woningbezit, kleine sociale huisvesting, weinig gereguleerde private huurmarkt. En ook een kenmerk is van, als je dat puur ruimtelijk vertaalt, ik ga het daar vandaag niet over hebben, maar eigenlijk
om ons Vlaams woonmodel te kunnen laten functioneren, had men geen ruimtelijke ordening nodig. En dat betekent eigenlijk dat dat beleid toch historisch gezien ook wel zeer antistedelijk is geweest. Nu, wat betekent dat? Dat betekent dat we vandaag met een systeem zitten, met een woningmarkt zitten, waar dat een goede 70% eigenaar is van zijn eigen woning. Dat is wat hoger geweest, dat is wat lager geweest. Dat is gewoon op zo'n 70%, dat is behoorlijk stabiel, denk ik. 19% is private huur. Dus dat is eigenlijk het meest problematische stuk van onze woningmarkt. En een goede 7% is sociale huur. Met de kanttekening daarbij dat die 7% is het resultaat van een enquêtebevraging waarschijnlijk wat overschat. Oké, er is geen woonprobleem. Het recht op wonen. Hè. Het recht op wonen, dat is een grondrecht. Dat staat erkend in allerlei internationale verdragen. Nu, het voordeel daarvan is, dat is bij ons in Vlaanderen, door het neerschrijven van dat recht in de Vlaamse wooncode, is er eigenlijk ook een heel duidelijke omschrijving gekomen van wat dat inhoudt volgens onze beleidsmensen. Dat maakt het eigenlijk ook zeer gemakkelijk om dat beleid te gaan evalueren. Eén, er moeten voldoende woningen zijn. Ze moeten van voldoende kwaliteit zijn. Ze moeten betaalbaar zijn. De woonzekerheid moet worden gegarandeerd. En ze moeten, als een latere aanpassing, in een goede woonomgeving staan. Een tweede artikel stelt dan dat de middelen die de overheid vrijmaakt naar de meest kwetsbaren moeten gaan. Nu, ik heb daar een aantal zaken rood gekleurd. Ik zal op die zaken ingaan, alhoewel ik op het einde ook niet zal zeggen over het aantal woningen. Oké, ik zag mijn beeld niet volledig. Het recht op wonen, dus voldoende woonkwaliteit. Nu, ik ga dan maar niet instaan dat het een heel belangrijke problematiek is. Ga ik dan maar één pagina aan wijden. Trouwens, de meeste data die ik aanhaal, die komen uit gegevens die het steunpunt wonen. Al sinds meer dan 10 jaar dat ik intussen tijd verzameld. Dus dat is eigenlijk de statistische bron van al dat ik hier vertel. Woningkwaliteit, de waarheid heeft daar recht. En er is een constante verbetering van de kwaliteit van onze woning. Zowel bouwtechnisch als woontechnisch. We moeten daar altijd rekening mee houden. Dus als we af en toe klagen, terecht denk ik over woonkwaliteitsproblemen, moeten we in ons hoofd houden dat dus de overgrote meerderheid van woningen van goede kwaliteit is. Nu, er is onderzoek geweest, de laatste keer dat er echt een serieus ernstig kwaliteitsonderzoek geweest is, dat enquêteurs van in de opdracht van de overheid woningen zijn gaan bekijken, dateert van 2013. Men is naar de woning gaan kijken op basis van criteria die de overheid, de Vlaamse administratie, zelf heeft vastgesteld. Dus het zijn geen onafhankelijke bureaus of lastige wetenschappers die dat gedaan hebben. Nee, dat is op basis van de overheid zelf. En toen zijn ze tot de toch wat ontluisterende conclusie gekomen. Eerst geloofden als onderzoekers dat zelf niet. Dat er ongeveer in Vlaanderen ongeveer 1 miljoen woningen van ontoereikende kwaliteit zijn. Nu, dat hele hoge cijfer heeft ook te maken met die technische fiche waar de lat eigenlijk nogal op voor bepaalde aspecten nogal hoog wordt gelegd. Nee, als je dat dan wat gaat dieper gaan bekijken, staat je eigenlijk vast dat er daar 2/3 met relatief eenvoudige ingrepen op de kalfateren zijn en problemen gemakkelijk te verhelpen zijn. Maar wat wel niet onbelangrijk is, er zijn ongeveer 350.000 woningen die structurele ingrepen nodig hebben. Dat zijn eigenlijk dat is het pakket van woningen van slechte kwaliteit. Dat is 13-14% van uw voorraad. Behoorlijk wat. Wat dat vooral mijn bedenking is, dat bij vorige gelegenheden, bij vorige meetmomenten, dat getal ongeveer hetzelfde was. Dus dat is een stabiel gegeven voor zolang omdat we metingen hebben. Je kunt zeggen, kijk, dat is de harde kern van onze woonproblematiek. Opmerken bij die cijfers, een aantal dingen... 2013. Hans, het klimaatvraagstuk lag toen minder hoog. Plus, het was niet verwerkt in de technische kwaliteitsfiches. Die cijfers houden geen rekening met de energetische problemen van woningen. Dus met andere woorden, de woning aan te passen aan alles wat met klimaat te maken heeft. Die criteria houden ook geen rekening met omgevingskwaliteit. Ook dat is niet verrekend. Je kan je wel vragen of dat wonen langs een drukke steenweg, of een autosnelweg, of langs een vervuilde fabriek, of dat wel kwalitatief wonen is. Maar ook in zaken kwaliteit, vooral te onthouden, 350.000 woningen, 10 à 15% van de voorraad, is van slechte kwaliteit.
Een tweede punt is betaalbaarheid. Dus zijn onze woningen voldoende betaalbaar? Daar het idee leeft, en dat is correct, hè, dus de verkoopprijzen van woningen stijgen, de huurprijzen stijgen enzovoort. De vraag, en dat wordt af en toe breed in de media uitgesmeerd, van wonen wordt onbetaalbaar. Nu, wat zeggen de cijfers? Ik ga heel weinig zeggen over de soorten cijfers die je daarvoor kunnen gebruiken. Er is eigenlijk door de collega's van Steunpunt een heel goede maat uitgewerkt. Dat zie je daarboven staan in die tabel. Dat is, de RI staat voor resterend inkomen onder een budgetnorm. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Men is gaan bekijken wat een gezin om degelijk te kunnen leven allemaal nodig heeft. Men heeft daar, afhankelijk van het gezinstype, men heeft daar een bedrag op kunnen kleven. Hè? En als men dan het inkomen van de mensen neemt, men trekt daar de woonkost van af, dan komt men onder, dan is het resterend inkomen onder een bepaalde grens, onder een bepaalde norm. En dan zeggen we, kijk, dat betekent dat iemand na het betalen van de naakte woonkosten, dat gaat dus huur zonder elektriciteit, afbetaling zonder elektriciteit, die gaat dan onder een, die wordt dan arm. En die tabel vat de essentie daarvan van samen. Je ziet hier de hogere cijfers zie je bij de privaat en de sociale huurders. We zien eigenlijk dat er heel weinig mensen onder de armoedegrens komen bij de eigenaars met een hypotheek. Dus vooral bij de private huurders, dat schommelt rond de 30%. Dat is ook het geval geweest in de sociale huisvesting. Eigenlijk moeten we daar vaststellen dat niet tegenstaande dat sociale huur een zwaar gesubsidieerde activiteit is, dat dat niet per definitie helpt om mensen uit de armoede te halen. Wat eigenlijk heel veel zegt over hun inkomen, dat werkelijk zeer laag is. Recht op betaalbaar wonen. Als we dan gaan kijken van wie, welke categorieën van mensen worden daar vooral door getroffen, dan zien we dat eigenlijk vooral, uiteraard, dat spreekt eigenlijk voor zich, dat is geen verrassing, dat arme mensen zijn. Wat staat er hier op deze tabel? We zien hier cijfers 1 tot en met 5 staan. Dat zijn inkomenscategorieën. 1 staat voor de 20% laagste inkomens en 5 voor de 20% hoogste inkomens. Dat zijn allemaal categorieën van 20%. En dan zie je hier de hoge cijfers zijn vooral bij de allerlaagste inkomenscategorie. En dan zie je dat we al zakken in categorie 2, want er hoort nog altijd 25% van de private huurders uit categorie 2. Zit onder de budgetnorm ook 25% van de mensen die een hypotheekleen afbetalen. Nu, er is natuurlijk wel een vrij fundamenteel verschil door eigenaars die een hypotheek afbetalen en private huurders. Die hypotheekafbetalers worden ooit wel eigenaar en zijn, ook al hebben ze niet veel over op het einde van de maand, zijn wel degelijk een kapitaal, een woningkapitaal aan het opbouwen. Het probleem situeert zich vooral, dat is een ander woord, betaalbaarheidsproblemen, situeren zich vooral bij mensen met een laag inkomen, wat uiteraard in een marktgericht systeem helemaal niet zo overwonderlijk is. Hey, als we dat nog wat meer gedetailleerd bekijken, dan zien we wie wordt in hoofdzaak getroffen. En eigenlijk is dat allemaal zo verrassend niet. Hey, dat zijn werklozen. Ik heb er straks gezegd, er is een heel sterke link tussen de arbeidsmarkt en de positie van iemand op de woningmarkt. Werklozen, logisch. Mensen met ziekte- en arbeidsongeschiktheid, ook verhoudingsgewijs, ook komen verhoudingsgewijs na het betalen van de woonkosten in armoede. In oudere gezinnen, dat is ook al iets dat zich heel lang zo is. Jongeren, jongste groep op de sociale huurmarkt, toch ook wel een vaststelling dat die mensen na het betalen van hun sociale huur in armoede terechtkomen. En ook zowel op de private als de sociale huurmarkt behoorlijk wat mensen met roots in migratie. Percentages daarom, de cijfers samenvatten. Een derde kenmerk een doelstelling van de Vlaamse Wooncode: de woningen die aangeboden worden, moeten voldoende zekerheid bieden. In ons systeem, in ons woningmarktmodel, in onze woningorde, bestaat er geen absolute woonzekerheid. Absoluut heb ik dus naakjes gezet, dat is wat
bizar begrip als het over wonen gaat, wat er af en toe dingen gebeuren in mensenleven die voor enig, die flexibiliteit vragen. Maar wat ik daar eigenlijk mee wil naar verwijzen, in onze buurlanden, Nederland, Duitsland, Frankrijk, is er op de private en de huursector contracten, zijn er contracten van onbeperkte duur. Nee, dat bedoel ik daar eigenlijk mee van, kijk, je sluit een bepaalde overeenkomst af en dat is voor de rest van je leven. Er kunnen allerlei dingen gebeuren, maar dat is het basisprincipe. Iemand die gaat huren, heeft een contract van onbeperkte duur. Wij zitten in de private huur met onze wettelijke termijn van 9 jaar. Er is de mogelijkheid om kortlopende contracten af te sluiten. En dat is ook de meerderheid. Net iets boven het 50% van het aantal private huurcontracten is kortlopend. Dat betekent dat men zowel de huurder als de verhuurder daar snel van af kan. En voor de verhuurder betekent dat hij bij een contract de huurprijs kan laten stijgen. Als we gaan kijken hoe de verhoudingen daarop zijn, dan stellen we elk jaar vast, welke vaststellingen worden gedaan door de OCMW's, of door de vereniging, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, en de OCMW-afdeling daarvan, die elk jaar bij de OCMW's een bevraging doet naar opgestarte procedures, dat is wettelijk geregeld. Dan stelt men eigenlijk elk jaar vast dat er 12.000 à 13.000, en dat is ook wel redelijk stabiel, 12.000 à 13.000 procedures worden opgestart om huurders om een of andere reden uit hun woning te zetten. Nu, we weten er eigenlijk niet meer van. We weten niet tot hoeveel uithuiszetting dat effectief leidt. En daar zijn gewoon geen cijfers van gekend. De rechtbanken zal nu moeten bijhouden, maar dat is nog altijd niet gedigitaliseerd, dus weten we dat eigenlijk. Een sociale huur, dat is toch wel een merkwaardige ontwikkeling die we de laatste tijd gekend hebben. Ooit, ja, tot voor een paar jaar, kreeg een sociale huurder een contract voor onbepaalde duur. Vanaf denk begin vorig jaar stopt dat en zitten we in een systeem van contracten van 9 jaar. Dat betekent dat in de sociale huur, waar je kan verwachten dat mensen met een zeer hoge woonnood terechtkomen, dat de contractzekerheid of de woonzekerheid daar is verdwenen. Ook in de sociale huisvesting wordt er uit huis gezet. Dat zijn meestal ofwel omdat mensen hun huur niet betalen, ofwel omdat ze hun huis niet onderhouden als een goede huisvader, ofwel omdat ze overlast bezorgen. Dat zijn er, dat schommelt wel van jaar tot jaar. Je kan zeggen, eigenlijk dat zijn er elk jaar ook ongeveer een 500 die uit een sociale huurwoning worden gezet. We weten, waar gaat die mensen naartoe gaan? Dat weten we niet. Die komen waarschijnlijk dan in de private huursector terecht, maar dat is een vermoeden. De sociale verhuurkantoren, dat is het private huursysteem, die zitten dus per definitie in het contractensysteem van 9 jaar. Kortlopend wordt daar in principe niet aangeboden. Dus een huurder iemand die in de sociale verhuurkantoren een woning gaat huren, krijgt een contract van 9 jaar. Daar ook weer hetzelfde systeem. Er worden mensen om allerlei redenen, om dezelfde 3 redenen bijna als in sociale huur, uit hun huis gezet. En dat gaat toch ook tussen de 200 en 300 per jaar. Dat zijn cijfers voor 2018 en 2019. Waar dat die naartoe gaan, dat weten we ook niet. We zitten hier met een handsysteem van, kijk, je hebt hier door de overheid aangestuurde huisvesting, of door de overheid aangestuurde woningaanbod, daar worden mensen woningaanbod gericht op de zwakkeren in de samenleving, daar worden toch mensen uitgezet. Waar dat die heen gaan, dat is één groot vraagteken. Het eigendom, de overgrote meerderheid van, ik denk dat intussen meer dan de helft van die 70% eigenaars heeft zijn woning afbetaald. Dus die hebben inderdaad voor zichzelf permanent of absolute woonzekerheid gegeven. Voor degene met een hypotheek, er bestaat ook altijd het risico als je hypotheek niet afbetaalt of dat je achterstanden opbouwt, dat er daar ook problemen ontstaan en dat je eventueel je huis kan kwijtgeraken. Nu, dat blijkt, en dat is, die gegevens worden al zeer lang bijgehouden. Dus van zodra iemand een maand zijn hypotheek niet betaalt, moet dat geregistreerd worden. En dat blijkt uiteindelijk, als we dat lange termijn volgen, om slechts een zeer klein percentage van de mensen met een hypotheek te gaan. Dus dat elk jaar staan er ongeveer 1% van de mensen met een hypotheek geregistreerd met een achterstand. En een achterstand, dat betekent ook niet dat dat leidt tot uithuiszetting.
Meestal gaan de banken dan een overeenkomst, gaan de banken een andere afbetalingsmodaliteiten gaan voorzien. Dus maar of het gebeurt uiteenzetting, uithuiszetting, dat weten we eigenlijk. En wat ermee gebeurt, dat weten we dan ook eigenlijk niet. We hebben wel een aantal data, maar de vervolgstappen, daar weten we eigenlijk niks van. Oké, de Wooncode zegt ook dat de middelen die de overheid vrijmaakt naar de meest kwetsbaren moeten gaan. Nu, voor degenen die wat met het woonwereld en eigenlijk met onze sociale zekerheid in het algemeen bekend zijn, dan is het begrip Matthäus-effect niet onbekend. Nee, dat betekent dat als we hebben als overheid een pakket middelen in een bepaald systeem stopt, dat eigenlijk de hogere inkomens, de midden- en hogere inkomens, daar verhoudingsgewijs meer van profiteren dan de mensen van lage inkomens. Nu, terwijl dat het eigenlijk de bedoeling zou moeten zijn dat die laatste daar toch een groter deel van die koek krijgen. Nu, ik ga daar kort over zijn. Dat Matthäus-effect bestaat zeer sterk in de woonsector. Ik heb hier gewoon één zin. Dat is eigenlijk de laatste zin uit het doctoraat van Christophe Heilen. Die zegt van, kijk, dit houdt in dat de totale woonsubsidiering in Vlaanderen niet gericht is op groepen waar de betaalbaarheid het meest in het gedrang komt. Hè. Dat betekent eigenlijk, we subsidiëren heel veel, maar toch helpt het niet. Het gaat eigenlijk naar de verkeerde mensen. Diezelfde Christophe Heilen heeft op basis van de laatste woonsurvey ook een aantal berekeningen gemaakt. En we stellen eigenlijk vast dat 52% van door de overheid vrijgemaakte middelen voor wonen naar het 40% hoogste inkomens gaat en dat 14% naar de 20% laagste inkomens gaat. Met andere woorden, het Matthäus-effect is nog altijd zeer nadrukkelijk aanwezig. En de middelen van de overheid gaan niet in de eerste instantie naar de meest kwetsbare. Ik heb daar straks gezegd, ik ga over voldoende woningen niet veel zeggen, omdat we daar ook heel... We zijn in Vlaanderen geen woningen tekort. Maar de echte cijfers over vraag en aanbod, die kennen we eigenlijk niet goed. Dus daar kan je eigenlijk alleen maar koffiedik kijken. Ik kan wel iets zeggen over aanbod betaalbare woningen die door de overheid worden aangeboden. Dat zijn die sectoren of die woningmarktsegmenten waar ook het meest wordt op gefocust. En dan zie je de bovenste tabel, dat is het aantal sociale huurders en het aantal mensen op de wachtlijst. En je ziet hier van 2019, hebben er 154.000 gezinnen of huishoudens wonen in een sociale huurwoning. Er staan er 153.510 op een wachtlijst. En dat betekent dat we in het systeem zitten, in de sociale huursector, dat de wachtlijst op dit moment langer is dan het aantal mensen dat een woning kan huren. Met de sociale verhuurkantoren, maar die hebben natuurlijk een andere finaliteit, zijn die cijfers nog spectaculairder. En daar zie je, er is 11.700 woningen worden aangeboden en er staan er 57.000 op de wachtlijst. Dus dat zijn indicatoren van, of indicaties van, kijk, er is toch wel een tekort aan betaalbare woningen. Nu, als je dat eigenlijk, en dat komt van het steunpunt, als je dat in een cijfer wil gieten, en we definiëren, ja, je moet er nu eenmaal wat afspraken rond maken, woonnood als, je bent geen eigenaar. Je kan zeggen, een huurder is niet per definitie iemand die in woonnood verkeert. Maar het is in dit land niet onbelangrijk van eigenaar te zijn, omdat dat consequenties geeft voor andere zaken, pensioen bijvoorbeeld. Wie geen eigenaar is, wie geen sociale huurder is, wie onder die armoedegrens komt te vallen na het betalen van zijn woonkost en geen woning van een minimumkwaliteit heeft, als een huishouden of een persoon aan die kenmerken voldoet, dan verkeert hij in woonnood. En dat zijn er ongeveer in Vlaanderen 250.000. Dus met andere woorden, je kan eigenlijk zeggen, de gemeten woonnood in Vlaanderen is 250.000. Nu op dat zal een kleine 10%, dat zal ongeveer 10% van de woonvoorraad zijn. Dan die bedenking, dat er ook 100.000 ongeveer, en dat blijkt uit de laatste woonsurvey, dat er ook ongeveer 100.000 eigenaars zijn die in slechte woningen wonen. We noemen dat noodkoop. Wie zijn dat? Dat zijn mensen die een woning gekocht hebben, maar eigenlijk de middelen niet hebben om die op peil te brengen. Heel vaak zijn dat mensen die weggepest zijn, bij wijze van spreken, uit de private huursector.
daar in slechte woningen wonen, slecht betaald, regelmatig worden opgezegd enzovoort. Je kan zeggen van kijk, de harde woonnood is 250.000, daar zit ook nog, en daar zit ook nog een laag van ongeveer 100.000 mensen onder, samen dus ongeveer 350.000, ongeveer 10% van onze bevolking. Nu, wat dat belangrijk is, beleid, ik ga daar eigenlijk heel weinig over zeggen, omdat dat beleid eigenlijk al lang naast de kwestie is. Hè. Dat is een titel van een artikel van de Koolsens uit 85, die titel heeft gebruikt, een beleid is al lang naast de kwestie. Dat is straks voor een stuk ook aangetoond, hè, van, het gaat niet naar de mensen die geld nodig hebben. In de long run, ik heb het al gezegd, maar dat is toch wel niet onbelangrijk, woont de overgrote meerderheid van de Vlaamse huishoudens woont in een goede woning, in een ruime woning, en dat is allemaal heel betaalbaar. Het belang daarvan is, van kijk, dat betekent eigenlijk dat er ruimte is voor een alternatief beleid, maar kom daar straks naar de pauze op terug. Hè? Wat wel belangrijk is, is dat de grote orders van de woonnood doorheen de tijd, laat zeggen vanaf het moment dat we een welvaartsstaat zijn geworden, vanaf de jaren 60, dat de grote orders doorheen die tijd niet echt gewijzigd zijn. Het aantal slechte woningen is ongeveer gelijk gebleven. We blijven toch altijd met 10-15% van de huishoudens zitten die in woonarmoede leven en de sociale huisvesting is altijd klein geweest. Heel lang is het argument geweest, omdat er aan verhaal van kijk, België in eerste instantie en dan later Vlaanderen, die spendeerden veel te weinig middelen aan wonen en bij gevolg konden de problemen niet worden opgelost. Nu, een andere redenering die recenter van aard is, we hebben eigenlijk wel altijd heel veel middelen in wonen gestopt, maar we hebben die op een verkeerde manier gespendeerd. Nee, daar straks dat citaat van Christophe Heylen. Hè. We hebben vooral eigendom gesubsidieerd, terwijl de meeste mensen die hun eigendom kopen of verwerven, die steun niet nodig hadden. Hè. Stel nu dat er na de Tweede Wereldoorlog geen wet detail was geweest en zelfs geen fiscale korting, maar alle andere criteria bleven gelijk, dan was het percentage eigenaars vandaag waarschijnlijk ongeveer even hoog geweest. Dus die subsidies in die eigendomssector waren eigenlijk niet echt nodig. We hebben vooral in hoofdzak middelen gespendeerd voor nieuwbouw. De bouwpremie is, als je dat historisch bekijkt, veel malen groter geweest dan alles wat met renovatie te maken gehad heeft. En we hebben vooral de middelen gespendeerd aan midden- en hogere inkomens. Dus eigenlijk, en ik kom daar straks nog op terug, zijn er heel veel middelen om een ander beleid te gaan voeren. Nu, ik zeg dat beleid, dat woordje allang in de titel, daar is heel belangrijk. Er zijn in het verleden al campagnes geweest, parlementaire revoluties, allerlei acties, opinies in de kranten, manifesten geschreven door zowat iedereen in het maatschappelijk middenveld, denk ik. Er zijn betogingen geweest enzovoort. En toch is dat beleid sinds de Tweede Wereldoorlog, en eigenlijk zelfs langer, altijd ongewijzigd gebleven. Hè? Vandaar ook dat we het woordje orde hebben gebruikt. Dat verandert nauwelijks. En dat brengt me eigenlijk tot de conclusie dat er eigenlijk, als je dat bekijkt, vanuit een maatschappelijk en politiek perspectief, dat je eigenlijk bijna tot de conclusie moet komen dat er geen woonprobleem is. Hè? Eerst bekeken vanuit de maatschappij. Hè. Het is, wonen is voor Vlaanderen geen maatschappelijk probleem. Straks, we spreken over de grote orde van 10-15% van de mensen en de huishoudens die in woonarmoede wonen. Met andere woorden, als je de vraag stelt van kijk, wie heeft er in Vlaanderen last van woonnood? Ja, dat zijn de woonarmen, de mensen die in slechte en dure woningen wonen. En dat zijn al diegenen die ermee bezig zijn. Dat zijn mensen van OCMW's, van CAW's, een aantal NGO's enzovoort. En ook qua wetenschappers die daar de luxe hebben om daarmee bezig te zijn. Met andere woorden, maar dat betekent dat er eigenlijk vanuit de samenleving geen druk is om een bepaald beleid te gaan voeren. Belangrijke vaststelling. Tweede vaststelling, denk ik, is, het is ook geen politiek probleem. Eigenlijk. Er is geen enkele politieke partij die op dit moment de moeite doet om een programma uit te schrijven
om een structureel woonbeleid op poten te zetten. Er is geen enkele politieke partij die naar regeringsonderhandelingen gaat en op tafel legt van kijk, als er aan het woonbeleid niks verandert, dan doen we niet mee. Er is geen enkele parlementaire discussie geweest over wonen die ook die aanleiding zou hebben gegeven om een regering te toevallen, bijvoorbeeld. Met andere woorden, eigenlijk, de woonnood vormt geen bedreiging voor het functioneren van een politiek systeem. Dus is er eigenlijk ook geen echt politiek probleem. En doet men wat men altijd doet. Eigenlijk is een begroting en een beleidsverklaring, dat is een variante van de vorige en daar zit heel weinig verandering op. In mijn leven, dus eigenlijk, actief bewust leven, is er ooit eens een moment geweest dat het politiek systeem bedreigd werd. Dat was met de opkomst van het Vlaams Blok in de loop van de jaren 80. Dat werd geassocieerd met stedelijke problemen, werd geassocieerd met woonproblemen, onder andere in een publicatie van Ruud Guysen. En dat heeft dat wel geleid tot extra investering in de huisvesting. Men heeft toen Domus Vlaanderen opgericht voor de bouw van 10.000 sociale huurwoningen. Die zijn er ook gekomen. Met andere woorden, de enige keer dat wonen mogelijkerwijze het politiek systeem bedreigde, moet dat ook niet overdrijven, zijn er effectief meer investeringen geweest in wonen. En eigenlijk kunnen we stellen dat er is een woonprobleem. Men surft eigenlijk nog altijd voort op de consensus die onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog is gegroeid met de twee fameuze wetten, de wet de Taille en de wet Brunfaut. De wet de Taille is een premieregeling. Dat betekent dat mensen die een huis bouwden, in eerste instantie maar ook kochten, dat die een premie kregen van de staat. Brunfaut zou de sociale huisvesting moeten financieren, maar is in de praktijk alleen maar een infrastructuurwet gebleken. Maar ook vooral belangrijk, de discussie was toen heel belangrijk. Brunfaut, die langs een socialist was, de Taille die van uit de christelijke arbeidersbeweging kwam, Brunfaut heeft toen toegegeven of gezegd van kijk, we zijn als socialisten akkoord met het gegeven dat de woonproblemen oplossen via eigendom en sociale huisvesting is slechts aanvullend. Je kan eigenlijk zeggen, toen is er een soort consensus ontstaan die sindsdien op die korte periode met het Vlaams Blok na nooit de discussie is gesteld. En dat was het eerste deel. Dank u wel, Pascal. Als jij uw scherm eventjes wilt unsharen, dan gaan we Johan zien. Hè. We hebben nu van u een analyse gekregen, een stukje over de kwaliteit, een stukje over de betaalbaarheid en een stukje over het beleid, wat het beleid doet. Ik zou aan Johan, die zoals ik zei, van in Kras, in Gent, met verschillende verenigingen, waar dat heel veel mensen in armoede komen, 14.000 op een jaar. En dus met die, het zogezegde geen maatschappelijk probleem, alleen zij die in woonarmoede leven. Ik zou bij Johan eens willen horen van hoe dat, de ervaringen daar zijn en hoe dat wonen een hefboom kan zijn om uit armoede te ontsnappen. Ik probeer alleen, Pascal, jij gaat nog technisch uw scherm moeten... Ik heb iets gedaan, maar ik ben alles kwijt. Ah ja, ik zie. Ja. Maar, ja, voilà. Ja, kijk, het is terug. Johan, mag ik u even... en misschien voor degenen die later zijn binnengekomen, je mag vragen stellen, maar voorlopig in de chatfunctie, dat is zo een, als je onderaan je scherm ziet, een soort van tekstballonnetje. En de bedoeling is dat we na de tweede deel dan je vraag zullen beantwoorden. Als je een vraag stelt, proberen ze dan ook, als voor een van de sprekers is, ook hun naam erbij te zetten. Johan, ik ga jou nu het woord geven om eventjes te reageren op die analyse van Pascal. Met de analyse van Pascal op de achtergrond moet ik van mijn eigen een stuk vaststellen dat ik een behoorlijk vertekend beeld heb, denk ik, van wat de woonrealiteit is. Dat heeft allicht te maken met het feit dat ik met Kras in een stadscontext werk in Gent. En dat heeft ook wel te maken met welke mensen ik dagelijks eigenlijk ontmoet.
om maar te beginnen met de grafiek die Pascal getoond heeft met 70% eigenaar en dan 20% huurders en 7% sociale huurders. Ik denk dat diezelfde grafiek geldt voor de mensen die we in Gent ontmoeten in onze graswerkingen, maar dan anders ingekleurd. 70% sociale huurders, of mensen die sociale huurder zouden willen zijn. Want een van de grote problemen die we daarin tegenkomen, en dat zal zeker ook wel de Gentse situatie zijn, maar ik vermoed ook wel de situatie in een aantal andere stedelijke contexten. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn lang. Heel wat mensen die wij ontmoeten staan effectief al jaren, getallen van tussen de 7 en 10 jaar zijn geen uitzondering, op wachtlijsten voor een sociale woning. Dan hebben we de twee andere delen van de grafiek. Eigenaars, dat wordt bij ons denk ik een 7 à 10%. En dan mocht je bijna zeggen dat het bijna allemaal over noodkopers gaat. Inderdaad, mensen die eigenaar zijn of ooit na het afbetalen van de hypotheek eigenaar zijn van een woning, maar daarmee ook van de eerste keer eigenaar van een probleem. Het houdt heel dikwijls in dat het zo eigenaar zijn inderdaad van een woning waar permanent kosten aan zijn die ze niet kunnen doen. Er zijn gelukkig een aantal projecten om daar enigszins aan tegemoet te komen, zowel van de overheid uit, stedelijke overheid bij ons, maar vooral vanuit privé-initiatieven, om mensen te ondersteunen in het renoveren, het bewoonbaar houden van hun woning. Maar toch, eigenaar worden is absoluut geen zekerheid. Wel op kunnen wonen, maar niet op kunnen kwalitatief wonen. En dan zitten we dus met de andere fractie, een 17-20%. De grafiek zal dat ongeveer kloppen, ook al bekijk ik de cijfers niet echt. Ik maak geen statistieken, ik ben vooral met mensen bezig. Maar het feit van zoveel mensen, 17-20% op de private huurmarkt, zie ik inderdaad wel als ongeveer de realiteit van de mensen die wij in onze werkingen ontmoeten. En dat zijn dus vooral mensen die verdere steun nodig hebben om met hun inkomen rond te komen. Het feit van de kost van de woning speelt daarvoor een heel stuk in mee. Er zijn nauwelijks mensen die bij ons terechtkomen die niet ruim meer dan de helft betalen aan wonen. En dat is op zich eigenlijk ondenkbaar of ondoenbaar, zeker als je dan weet dat de inkomens van die mensen behoorlijk laag liggen, dat het heel vaak over het leefloon of in de buurt van het leefloon gaat, zelfs voor mensen die aan het werk zijn, die een job hebben, maar dikwijls minder goed betaalde jobs. En vooral ook nogal wat mensen met een te lage uitkering en een te laag pensioentje. Als ik spreek van eigenaars, dan gaat het heel vaak over die groep mensen die gepensioneerd zijn en die vroeger wel een woning verworven hebben, maar daar eigenlijk ook nooit toe gekomen zijn om die woning bij de tijdsnormen te houden, bij de kwaliteitsnormen, zoals het vandaag als normaal verondersteld wordt. Het is een vertekenbeeld dat ik heb, het is de grafiek omgekeerd, dat besef ik wel. Maar dat is dus, denk ik, de realiteit van mensen die wij heel vaak ontmoeten. Er was in de grafieken van Pascal een ander iets wat mij behoorlijk verwonderde, al is er misschien wel een verklaring voor, namelijk dat de mensen die in een sociale huurwoning wonen en een leefgeld hebben dat boven de armoedegrens zit, zou heel sterk gestegen zijn als ik de grafiek een beetje beschouw. Dat stemt denk ik niet overeen met de realiteit die wij bij ons op het moment ondervinden. Al is dat misschien ook wel iets wat ik vooral het laatste jaar gehoord heb. Het feit dat op de sociale huurmarkt een andere prijsberekening is ingevoerd, maakt dat ik van heel veel mensen hoor dat met die nieuwe prijsberekening, waar dat met kwaliteit en marktwaarde van de woning rekening gehouden wordt, dat daardoor nogal wat mensen, ook op de sociale huurmarkt, toch wel in serieuze budgettaire problemen komen door die huurprijs. En dat is 1, de huurprijs zelf, maar andere zaken die daar heel vaak mee samenhangen zijn bijkomende kosten. Meer en meer horen we dat mensen die een sociale woning huren, wel een huurprijs hebben die aangepast is of enigszins aangepast aan hun inkomen, maar dat er meer en meer bijkomende kosten los van de huurprijs worden aangerekend, die nog eens extra op hun budget gaan wegen. Onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes, herstellingen die in theorie voor de eigenaar zijn, maar die in de praktijk worden doorgeschoven naar de bewoner van de woning. Dikwijls als gevolg van een slechte communicatie hebben we vaak ook de indruk.
Om maar een heel concreet voorbeeldje te geven dat we op een bepaald moment hoorden, is iemand zit al heel lang met een lekkende douche. Op een bepaald ogenblik is hij het zo beu dat hij belt om die douche te laten herstellen naar de sociale woonmaatschappij, maar er komt niks van. Op den duur hoort die man van buren, van ja, maar je moet niet in de week bellen, je moet in het weekend bellen, want dan komen ze het wel herstellen. Klopt inderdaad, die man belt in het weekend en inderdaad datzelfde weekend wordt zijn douche hersteld. Alleen wat die man niet weet is, de wachtdienst in het weekend gebeurt door een privéfirma, niet door de sociale woonmaatschappij zelf, maar door een privéfirma. Dus de rekening komt niet bij de woonmaatschappij, maar wel bij de bewoner terecht voor die nieuwe douche. En dat was dus niet meegenomen in het verhaal dat hij te horen gekregen had, met alle gevolgen van dien. Dergelijke systemen van slechte communicatie of van zaken die buiten de zogezegde huurprijs vallen, zijn zaken die heel vaak zwaar vallen voor mensen die met een beperkt inkomen moeten rondkomen. Op dat vlak komen we nogal wat ervaringen tegen dat we zeggen van hier zou wel wat aan te doen zijn als er bijvoorbeeld een betere communicatie is, als er een aantal zaken beter zouden geregeld zijn, meer duidelijkheid zou gegeven worden aan mensen die ook op de sociale woonmarkt aangewezen zijn. Woonkwaliteit is een van de dingen waar ik op een bepaald moment ook even een notaatje van gemaakt heb. De woonkwaliteit van mensen die wij daar dagelijks tegenkomen, en dan gaat het er eigenlijk niet zozeer over of ze nu of privé huren, of sociaal huren, of eigenaar zijn, maar in alle drie de situaties hebben we heel vaak toch wel echt een beeld van ondermaatse kwaliteit. Hoeveel sociale woningen in Gent nog enkel glas hebben, terwijl de energie wel degelijk aangerekend wordt aan de bewoner, is hallucinant. Ik ben de voorbije weken in een aantal woningen binnen geweest, waar dat ik echt mijn jas dichtgetrokken heb, terwijl ik dat buiten niet moest doen, omwille van de kwaliteit van de isolatie, de kwaliteit van de ramen, vaak metalen ramen met enkel glas, begin dan maar een keer te stoken is. En dat is een probleem waar dat heel veel mensen effectief wel mee te maken hebben. Net zo goed trouwens op de private markt, als ik zie wat bepaalde mensen die privaat huren betalen voor een woning en wat voor woning ze dan hebben. Van de week, de laatste waar ik binnen geweest was, die huurde een kelderverdieping, wachtende op een sociale woning. Een kelderverdieping waar dat een raam zat op ongeveer 1,75 meter hoogte, schat ik in. En de man die daar woont is ruw geschat 1,65 meter. Hij woont, inderdaad, hij wacht al 10 jaar op een sociale woning. Blijkbaar heeft hij nu wel perspectief om eruit te komen. Maar dan zit hij met zijn volgende probleem. Want eigenlijk zit hij nog een hele tijd vast aan die private woning. Hij heeft nu wel een sociale huurwoning aangeboden gekregen, maar kan niet direct van zijn private woning af. Want de huurtermijn loopt nog en hij heeft van de eigenaar te horen gekregen van goed, ik wil daar wel schappelijk in zijn op voorwaarde dat je mij een andere huurder bezorgt om in dit krot te komen wonen. Op die manier is woonkwaliteit heel vaak toch wel iets wat we echt treurige situaties zien, ook van mensen die eigenaar zijn trouwens, waar diezelfde isolatieproblematieken en weet ik wat, allemaal op dezelfde manier toch wel vast te stellen zijn als dat in de andere categorieën is. Absurde verhalen hoor ik ook af en toe. Om maar iets te zeggen, iemand die ik vrij regelmatig ontmoet, een alleenstaande vrouw, maar ze heeft een volwassen zoon die in een instelling verblijft. En om die reden heeft zij recht op een sociale woning, ze woont sociaal, op een sociale woning met 1,5 slaapkamer. Nu, de vrouw woont op dit ogenblik in een vrijstaande woning met 3 slaapkamers, waar ze vrij veel voor betaalt, ook op de sociale woonmarkt. En ze zou er eigenlijk wel uit willen. Maar dan botst ze op 2 problemen. 1, dan moet ze wel uit de wijk weg, waar dat ze eigenlijk al 40 jaar woont, naar de andere kant van de stad. En 2, zegt de woonmaatschappij, doe het leuk, ja, maar je hebt recht op 1,5 slaapkamer. En die hebben we niet. Dus ga je moeten wonen in uw huis met 3 slaapkamers, want eentje van 1 mogen we u niet geven. Je hebt recht op 1,5. Sorry, maar dat kan niet. De vrouw blijft daar dus
tegen beter weten in een woning bezetten die eigenlijk gegeerd is op de sociale huurmarkt, maar ze kan er niet uit. Ze mag er niet uit op dit moment. Dat zijn verhalen dat je zegt van hier is Kafka gepasseerd. Oké, Johan, ik ga je even hier moeten onderbreken. Er is straks zeker ook nog ruimte voor meer verhalen. Maar wat ik sowieso meeneem in hetgeen wat jij nu aanbrengt, hè, is de analyse en de cijfers die Pascal aanbrengt. Dat is één ding, hè, maar een aantal zaken zijn niet in die cijfers weergegeven. Dat gaat over de aard van communicatie van huisvestingsmaatschappijen met die maatschappelijk kwetsbare groepen. Maar het gaat ook over wat je net vertelde over onderhoud en herstel. Dat gaat over huurlasten. Dat gaat over al die kosten die eigenlijk ook niet zo makkelijk in grafiekjes, misschien zijn ze wel ergens in grafiekjes weer te geven, maar we hebben ze net niet gekregen. We zien ook, en misschien moet je er straks ook eens iets over vertellen, dat een goede betaalbare woning in een aangename woonomgeving met voldoende woonzekerheid enzovoort, hetgeen wat in artikel 3 van de wooncode staat, dat dat een zeer grote hefboom is voor mensen die om uit armoede te ontsnappen, om alles in hun leven terug op gang te krijgen. En misschien moet je even, misschien heb je zo goede voorbeelden, Johan, en moet je er straks ook misschien eens een vertellen om het positief, om het constructief te houden. Maar dat is misschien voor straks. Hè. Ik zou nu aan Pascal willen vragen om het tweede deel van zijn presentatie te delen met ons. En nogmaals, als je ondertussen vragen hebt, stel ze in de chat. Dus Johan zal straks ook nog op het tweede stuk van Pascal reageren. Ik ga het dan neerleggen en dan gaan we kunnen beginnen aan ons gesprek. Pascal, mag ik jou het woord? Eerst twee opmerkingen voordat ik aan begin. Johan sprak daarover een vertekend beeld. Nee, dat is geen vertekend beeld. Dat is juist de onderkant van het beeld dat ik geschetst heb. Dus dat klein deeltje van die dat beneden zit. Ja, natuurlijk, het grote probleem met mijn verhaal van daar straks, en dat komt, de mensen hebben daarin geen gezicht. Hè. Het zijn koele, afstandelijke cijfers die inderdaad geen verhalen vertellen. En die zijn inderdaad misschien wel nodig om de problematiek aan te gaan kaarten. Maar anderzijds, als je met verhalen werkt, zeggen ze dan van kijk, het is casuïstiek. En dat levert ook niet zo. Ja, vandaar dat we jullie beiden gevraagd hebben. Voilà. Oké. Een tweede deel gaat meer over de grote lijnen wat dat een ander woonbeleid zou kunnen zijn. Ik heb daar twee deeltjes onder. De eerste deel noemt een aantal, zijn een drietal mythen die circuleren, of die eigenlijk ons woonbeleid voor ons zelfs vragen. En daar toch een aantal voorstellen gaan formuleren. Ik heb hier op deze slide twee boekenkaften gezet. Pascal, we zien voorlopig nog niet jouw presentatie. Dus we gaan even nu? Op een paar knopjes moeten drukken, denk ik. Nee? Nee. Zeker? Ja, ik zie voorlopig knikkende mensen. Dus ja nu komt het in orde. Nu wel. Oké, perfect. Ja, de nieuwe technologieën staan wel niks aan. Oké, jullie hebben mij kunnen horen, dus ik kan gewoon doorgaan. Jullie zien hier twee boekenkaften staan. Twee boeken die ik zelf heb samenstellen, maar waar zeer veel mensen aan hebben meegewerkt. Dus in 2005 kreeg als de titel Wonen aan de onderkant mee, dan 10 jaar later Woonnood in Vlaanderen. En wat vooral belangrijk is, toen we aan het discussiëren waren voor een slothoofdstuk, een beleidsaanbeveling, alleen met synthese en beleidsaanbevelingen voor het slothoofdstuk van Woonnood in Vlaanderen, zeiden we tegen elkaar eigenlijk van kunnen we gewoon de conclusies van 10 jaar eerder gewoon overnemen. Hè? Eigenlijk was de vaststelling dat de problematieken en het beleid op 10 jaar tijd gewoon niet gewijzigd was. Je kunt zeggen van kijk, het gaat al verder terug. Maar de gigantische stabiliteit in dat beleid was opvallend. Oké, dat zijn een soort vorm van samenvatting of een andere kijk naar hetgeen dat ik straks heb gezegd. Er zijn op zijn minst een drietal mythen die circuleren. Een eerste is, niet onbelangrijk denk ik, en daar wordt vanuit het beleidsoogpunt, of zeker vanuit het politieke oogpunt, zeer sterk op ingespeeld. De middenklasse kan geen woning meer kopen. Ik denk dat we dat tegenwoordig ook allemaal in onze onmiddellijke omgevingen horen, omdat die
woningprijzen zo spectaculair zijn gestegen en omdat daar in de pers ook heel veel aandacht wordt aangegeven. Maar als we dan naar, en dat is een heel moeilijke en dat is wat contra-intuïtief, als we naar de cijfers gaan kijken, dan is dat, om in fact-check-termen te spreken, dan is dat eerder niet waar. Er is geen probleem voor de middenklasse om een woning te kopen. Er is zelfs een collega aan het rapport, die zal binnenkort verschijnen, die stelt, of die berekend heeft, dat wonen omwille van een aantal redenen nog nooit zo betaalbaar is geweest. Het heeft te maken met de lage rente, heeft ook te maken met middelen die kinderen van ouders en grootouders krijgen, heeft ook te maken met onze stijgende inkomens. Dus dat de middenklasse geen woning kan kopen, dat klopt niet. Afgeleide daarvan is van, kijk, en dat, die, dat is dat onderste puntje, is van, kijk, dat betekent dat er middelen die nu naar die middenklasse gaan, ik heb er straks gezegd van, de twee hoogste inkomensquintielen krijgen het grootste deel van de voordelen, dat die middelen inderdaad voor iets anders gebruikt kunnen worden. Hè. Maar we stellen eigenlijk vandaag vast dat als het over wonen gaat, en de coronacontext is daar weer zo'n mooi voorbeeld van, dan wordt er echt wel vanuit middenklasse termen gedacht. Hè. In de coronacrisis was het van, kijk, we kunnen dan ons tweede verblijf niet. Tweede verblijf, dat is duidelijk midden- en hoge inkomensklasse. Men heeft de afbetaling van de hypothecaire lening even opgeschort. In de huursector zijn er ook wel hele kleine maatregelen genomen, maar dat is niet vergelijkbaar. Als het over wonen gaat, uiteindelijk is de boodschap hier, van als het over wonen gaat, denken we bijna altijd, en vooral de beleidsmensen denken eigenlijk bijna permanent of constant, vanuit de positie van de middenklasse. Helemaal niet vanuit de mensen aan de onderkant, waar Johan er straks allemaal naar verwees. Een tweede belangrijk probleem, of een tweede belangrijke mythe, en dat is zeker de dominante ideologie van de afgelopen 50 jaar geweest, de vrije markt kan het wel oplossen. Hè. Als we de markt maar laten werken, dan zullen alle problemen opgelost worden en zullen ook de woonproblemen als vanzelf gaan verdwijnen. Nu, dat is niet zo. Net als zoals de overheid zijn haar falingen kent, kent de markt ook marktfalingen. En finaal houdt dat in dat de markt nooit mensen met een laag inkomen op een kwalitatieve manier kan huisvesten. Dat is gewoon onmogelijk. Ik kan dat daar Hans redenering erachter, ze staan onder andere in woonnood in Vlaanderen. Dus via de markt lost je je woonnood van arme mensen niet op. Een tweede belangrijke gegeven is geld voor private verhuurders. Ook die hebben niet de mogelijkheden om eindeloos voordelen te geven aan huurders, bij wijze van spreken. Iemand die een private huurwoning verhuurt, die wil daar een zeker rendement voor. Al is het, en die moet een huur vragen. Als hij zijn woning wil onderhouden en hij wil een redelijk rendement halen, dan zitten we in dat marktsysteem. En dat betekent dat een private huurwoning dan voor mensen met een laag inkomen gewoon niet betaalbaar kan zijn. De conclusie die je daaruit trekt, marktwerking leidt absoluut niet tot het oplossen van woonnood, dat de overheid haar rol eigenlijk moet, dat een belangrijkere rol op de woningmarkt moet gaan spelen. Ze moet niet enkel aanvullend werken, maar het moet eigenlijk als overheid, willen we het recht op wonen realiseren, instaan voor die basisbehoeften. Ze moet dat zelf doen, omdat we weten dat de markt dat niet gaat doen. Een derde belangrijke mythe is van het stimuleren van eigenaarschap is de oplossing. Pascal, ik ga even onderbreken met een dienstmededeling. Hè. Namelijk, kan jij jouw voorstelling op diavoorstelling zetten? Dan is het iets groter voor de mensen om te kijken. Ja. Dus dat zal... Voilà. Dank u wel. Sorry, maar ik dacht van dit is het moment om u even te onderbreken. Dus de derde mythe, stimuleren van eigenschappen. Zo zie je maar wat voor amateur ik nog altijd ben met al dergelijke dingen. Oké, de derde mythe is het stimuleren van eigenaarschap is de oplossing. Is tot, dat zijn de woonbonuswoning afgebouwd, dat zal dus iets verminderen. Dat zijn, is tot eind december van vorig jaar de belangrijkste woonsubsidie geweest. Dat is allerlei vormen om eigenaarschap te gaan stimuleren. Nu,
dat het geen oplossing was, dat bleek al uit de voorbije periode. Tussen 2005 en 2013 hebben we gezien dat het percentage eigenaars lichtelijk gezakt was, terwijl dat eigenlijk een periode was die zeer gunstig was om eigenaar te worden. Onder andere omdat die woonbonus er was, omdat de rente laag was en omdat eigenlijk de inkomsten in die periode ook zeer sterk stegen. En tegelijkertijd hebben we toch gezien dat het percentage eigenaars lichtelijk is gedaald. Dat is nadien weer lichtelijk gestegen. Maar in elk geval, er is zoiets van, kijk, we zitten met die 70-75% op het maximum. En als we dan nog geld in gaan steken, dat gaat dan nog heel weinig gaan veranderen. Nu, waarom, dat zal verschillende redenen hebben, maar één daarvan ongetwijfeld is de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal daar een rol in spelen. En om eigenaar te worden, moet je niet alleen een voldoende hoog inkomen hebben, het is ook wel best dat het inkomen zeker is. En dat is ook zo. Ons eigenaarspercentage is naar 70% en hoger geraakt als gevolg tijdens de periode dat de welvaartsstaat op haar hoogste punt stond en iedereen vaste inkomens had, zicht op inkomensverhoging enzovoort. Dat is weg. Hè? Dat is goed. En dat zal waarschijnlijk de eerste komende tijd niet terugkomen. Bovendien, dat is een element van, kijk, als we dan die link arbeidsmarkt, woningmarkt bekijken, dat grenzen zijn daar bereikt, kunnen we stellen. En zelfs gunstige periodes hebben dat niet veranderd. Nu, er zijn een aantal andere feiten die met de ondersteuning van woningeigendom te maken hebben. Ten eerste is dat als we, en dat is ook iets dat zo contra-intuïtief is, als we woningeigendom stimuleren, woningeigendom was daar een mooi voorbeeld, de woonbonus was daar een heel mooi voorbeeld van, dan leidt dat niet tot beter betaalbare woningen. Integendeel, dat leidt tot duurdere woningen. Dus fiscale ondersteuning, vooral fiscale ondersteuning van een eigendomsmarkt, zorgt ervoor dat de prijzen eerder stijgen dan dat ze afnemen. Vaststelling, dus niet efficiënt. Een tweede vaststelling met allerlei, ik heb daar straks eigenlijk al voor een stuk aangehaald, het bevoordeelt de sterkste schouders. Eigendomssubsidies gaan bijna altijd naar de midden- en hogere inkomensgroepen. Het werkt ook de mobiliteit tegen. Dat is vooral een hoek waar van het economische hoek op gewezen wordt. Iemand die eigenaar is en daarvoor gesubsidieerd is en die zou moeten verhuizen om op een andere plaats te gaan werken als zijn job wegvalt, dat gebeurt niet. Dat gebeurt in ons land en in het buitenland is dat een vaker voorkomend fenomeen. Bij ons gebeurt dat nog niet zoveel. Maar het is wel significant. Er is onderzoek naar geweest die zegt van kijk, als mensen pakweg in Limburg werkloos worden en ze krijgen een job aangeboden in West-Vlaanderen, dan verhuizen ze niet. Dat is over kleine aantallen, maar het is wel significant. En een laatste punt, spaargelden, ja, men steekt die in bakstenen. Dat betekent dat die niet in iets anders kunnen geïnvesteerd worden. Ook regelmatig van het economische hoek dat je hoort van kijk, het zou beter zijn dat de mensen hun geld in de economie steken. Nu, we moeten ons geen illusie maken, en dat moet ook geen doelstelling zijn. Eigenaarschap is natuurlijk een blijver. We hebben al meer dan 150 jaar eigenaarschap ondersteund. 70% is eigenaar. Dat zal blijven. Hè. En er moeten zelfs geen pogingen ondernomen worden om dat te verminderen. Laat dat maar zoals het is. Maar belangrijk is wel, al de middelen die men in het verleden in de promotie van woningeigendom stak, die kunnen best afgebouwd worden en kunnen we ergens anders insteken. En dat zal zelfs geen effect hebben op het percentage, of nauwelijks effect hebben op het percentage eigenaars. Met andere woorden, als we alle eigendomsondersteuningssubsidies afbouwen, dan zal het percentage eigenaars nauwelijks dalen. Samenvattend, de middenklasse kan nog altijd een woning kopen. De markt zal het woningvraagstuk niet oplossen en de overheid moet dus voor alternatieven zorgen. We hebben in destijds, ik heb daar gewoon op voortgebouwd, in woonnood in Vlaanderen een viertal beleidslijnen uitgetekend. Maar het gaat eerder over verantwoordingen dan over concrete doelstellingen. Verantwoorden om een ander beleid te gaan voeren, dat ik mij zo stellen. De eerste is van, kijk, de eerste voorstelling is, en dat klinkt wat bizar, van voer een coherent woonbeleid. Ik heb straks al gezegd van, kijk, de overheid heeft bij ons altijd een
wat aanvullende rol gespeeld. Ze heeft wel wetten voorzien en er zijn wel subsidies en er zijn al allerlei regels. Maar je kan eigenlijk niet zeggen dat onze overheid actief optreedt op de woningmarkt. Hè? Het is eerder passief. Er is een subsidie. Als je die opneemt of niet, die overheid trekt zich daar eigenlijk niks van aan. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn niet verplicht van woningen te bouwen. En zo kan je nog doorgaan. Er zitten in ons geen controleerbare doelstellingen. De overheid heeft voor zichzelf niet gezegd van tegen een bepaalde datum in de toekomst wil ik x aantal sociale huurwoningen hebben, wil ik x aantal innovaties gedaan hebben. Dat gebeurt niet. En dat zou al een heel stap vooruit zijn, dat er eindelijk eens een echt woonplan komt, dat met meetbare resultaten, elk jaar, om de 3 jaar, om eventueel het plan dan bij te sturen. Er is niet zoiets als een woonplan, dat zijn 9 pagina's waar eigenlijk vrijwel niks in staat. Dus inderdaad, de overheid moet van passief naar actief moeten gaan en zelf dingen in handen nemen. Dus zelf, dat bedoel ik, dat kan dan even het gemeentebestuur zijn, sociale huisvestingsmaatschappijen of andere organisaties. Alleen moet ze veel meer aan het stuur gaan zitten, actief zijn. Het tweede belangrijk punt, dat coherent beleid, dat moet een ander beleid zijn dan hetgeen dat er tot op heden geweest is. Met andere woorden, er moet een soort nieuw beleid opgebouwd worden en het oude kan worden afgebouwd. En er zijn daar ook middelen voor. Ik ga dat straks nog zeggen, maar kijk, er zijn ook middelen, maar ik kom daar straks nog op terug. Eén, en ze kan daarvoor, ze zal daar eigenlijk partnerschappen moeten voorzoeken, van wonen, goed wonen, betaalbaar wonen, kwalitatief wonen, heeft te maken met welzijn, kan te maken hebben met stedelijk beleid, heeft te maken met arbeidsmarkt, met gezondheidszorg enzovoort. Hè. Dat gebeurt vandaag eigenlijk veel te weinig. Het domein welzijn werd op haar terrein, arbeidsmarkt werd op haar terrein, gezondheidszorg werd op haar terrein, ruimtelijke ordening werd op haar terrein, maar die werken zelden of nooit samen. Ik denk, als je recentelijk hier wat onderzoek gedaan over vergrijzing, en wel, daar is wonen en welzijn en ruimtelijke ordening zijn daarin verknoopt. Wel, de 3 domeinen die kijken daar gewoon niet naar elkaar. Welzijn is niet bezig met wonen en de ruimtelijke ordening is totaal niet bezig met vergrijzing. En woonbeleid is ook niet bezig met vergrijzing. Dus er zijn daar partnerschappen te vinden die voor win-win situaties kunnen zorgen. Twee, we moeten... Een tweede punt is van, kijk, eigen woningbezit, dat is een blijver. En we hebben daar dat woordje duurzaam aan toegevoegd. En we hebben dat ook gedefinieerd. En woningbezit is duurzaam wanneer er geen overheidssubsidies nodig zijn om de stabiliteit en de betaalbaarheid van dat bezit te waarborgen. Dat betekent eigenlijk de redenering die erachter zit, is van kijk, iemand die eigenaar van zijn huis wordt, die een woning koopt of een woning bouwt, dat die voldoende inzicht heeft in zijn eigen financiële situatie, nu en in de toekomst. De overheid moet zich, met andere woorden, het is inderdaad zijn eigen verantwoordelijkheid om daarin te stappen. Nu, dat betekent, daar kunnen dingen in gebeuren, echtscheidingen enzovoort, dat de overheid zich vooral moet richten op evenwaardige alternatieven. Met andere woorden, op goede, kwalitatieve woningen die geen eigendomswoningen zijn. Dat betekent sociale huurwoningen, dat kunnen SVK-achtige formules zijn, dat kunnen innovatieve projecten zijn. Dat kan ook een andere regeling van de private huursector zijn. Zoals in onze buurlanden kan men de private huursector ook contracten van onbeperkte duur invoeren. Men kan daar ook andere subsidiemechanismen op loslaten. Dus duurzaam eigen woningbezit, dat betekent dat er geen overheidssubsidie nodig zijn om dat eigen woningbezit te ondersteunen. Daar komt een pak middelen vrij om andere dingen mee te gaan doen. En de meest voor de hand liggende... Het meest voor de hand liggende budget, dat is de woonbonus. Hè. Men heeft beslist uiteindelijk om die af te bouwen. Niet omdat men dat zo plezant vond, maar vooral omdat de kosten ervan dreigden te ontsporen. Dat levert jaarlijks op termijn, dat zal nog een tijdje lopen, dat levert jaarlijks 1,5 miljard euro op. Hè. Dat betekent eigenlijk
Je hebt daar straks gezegd van, kijk, heel lange tijd was het discours in de woonwereld dat er te weinig geld in wonen werd geïnvesteerd door de verschillende overheden. Maar eigenlijk was dat niet correct. Hè. Er werd heel veel geld ging naar wonen, maar het werd gewoon het werd gewoon slecht gespendeerd. In andere woorden, heel belangrijk, er is eigenlijk heel veel geld om alternatieven op een substantiële manier te gaan uitbouwen. Alleen al de woonbonus. Daarnaast op dit moment, de lente is heel raad, is heel laag. Ik vind het dan ook wel bizar als je nu naar alle relance plannen voor de COVID-periode bekijkt, dat er daar zo weinig aandacht voor huisvesting is. Hè? Er is een lage rente. Het is het moment, zou ik zeggen, om serieus te gaan investeren. En er zijn nog een pak slapende spaargelden. Men kan allerlei denken aan sociale investeringsfondsen om eventueel een deel van die slapende spaargelden te activeren. Hè? Het argument dat er geen geld of onvoldoende geld is om iets aan de woonnood in Vlaanderen te voldoen, klopt met andere woorden niet. Nu, en het is wel belangrijk dat we wat er met die woonbonus gebeurt in de gaten houden, van zoals het nu geregeld is, dreigen die woonbonusmiddelen voor wonen verloren te gaan. Die gaan gewoon naar de algemene pot en er is geen enkele beleidsintentie op dit moment om dat in de sector te houden. Als je dat begrotingsmatig gaat bekijken, zal dat pas traag veranderen. Hè? Die woonbonus, dat slepen we nog een twintigtal jaar mee. Maar de facto vanaf 1 januari van dit jaar hebben er heel wat minder mensen een subsidie gekregen dan het jaar daarvoor. Het was wel een foute, maar dat is toch wel een belangrijke verschuiving. En een derde punt is, die we toen geschreven hebben, dat hebben we al een paar jaar terug geschreven van, kijk, we hebben toen een pleidooi gehouden voor wat we toen al een ecologische New Deal hebben genoemd, met als doel de woningen moeten bouw- en woontechnisch en ecologisch in orde worden gebracht. En we hebben ons dan eigenlijk een beetje van de redenering, zat er ook weer een redenering achter, en die is niet zo nieuw. Als je teruggaat naar de jaren 50, 60 en 70, dus naar de periode waarin dat de economische groei en waarin onze welvaart heel sterk gestegen is, waar heel veel mensen, de overgrote meerderheid van de bevolking, uiteindelijk heeft kunnen van profiteren. Als we gaan kijken wat dat verantwoordelijk was voor de economische groei en de lonen en dergelijke die er mee gepaard gingen, dan was dat eigenlijk woningbouw. Ons woon- en bouwbeleid van onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was een heel belangrijke economische motor. Vandaar het gezegde van als het in de bouw goed gaat, gaat het goed met de economie. Eigenlijk is de redenering nu hetzelfde. Van kijk, we hebben er straks die aantallen genoemd. 1 miljoen, we hebben 250.000 betaalbare woningen tekort. 100.000 mensen wonen in eigenaars wonen in krotwoningen. Er is een gigantische renovatieopdracht die op ons aankomt. Van kijk, je zou je kunnen spiegelen, beleidsmatig dan, aan die periode en zeggen van kijk, we gaan een substantieel, in plaats van een marginaal, we gaan een substantieel woonbeleid gaan uitbouwen. En dat is de trekker voor ook een aantal andere zaken. Hè. Het is een soort sociaal-ecologisch contract dat we met de bevolking af gaan sluiten. En dat geeft alleen maar voorbeelden. Iemand die heeft persoonlijke voordelen, goede betaalbare woning, heeft maatschappelijke voordelen. Bijvoorbeeld met betrekking tot vergrijzing, waar we nu in een situatie zitten dat heel veel mensen op in onaangepaste en onaangepaste woningen en op onaangepaste plaatsen wonen. Het heeft economische voordelen en het heeft economische voordelen. Dus eigenlijk, door te investeren in wonen, creëer je ook met een aantal andere maatschappelijke domeinen belangrijke win-win situaties. Ik heb daar straks gezegd, kijk, het heeft een impact op de arbeidsmarkt. Er moeten 250.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden. 100.000 woningen moeten opgeknapt worden. Nog veel meer waarschijnlijk moeten aangepast worden aan milieueisen. In andere woorden, een substantieel woonbeleid, zo zijn het relance beleid, de cijfers staan hiervoor om erop op in te spelen. Een substantieel woonbeleid heeft een impact op de arbeidsmarkt, creëert heel veel werk en via werk creëert het inkomen.
En via het inkomen creëert het de basis voor een sterke, substantiële sociale zekerheid. Het biedt ook de kans om een aantal van onze ruimtelijke ordeningsproblemen op te gaan lossen. En dat betekent, ik zou bijna zeggen, dat is compleet tegengesteld aan de beslissing die de Vlaamse regering deze week genomen heeft over het instrumentendecreet. Je moet bouwen op centraal gelegen plaatsen, zowel in grote steden als kleinere dorpen, mag dat. Hè? Want dat geeft een invloed. Als we onze woningen op goede plaatsen zetten, heeft dat zijn invloed op pakzaken, op nutsvoorzieningen, die zijn om aan te leggen en te onderhouden en te distribueren. Veel goedkoper als dat in compactere omgevingen gebeurt, met andere woorden als dat in dorp- en stadcentra gebeurt. Tegelijkertijd kunnen we een aantal andere problemen oplossen. Ik heb het er straks gehad over vergrijzing. Als we appartementen in de dorpskernen bouwen, in de stadskernen bouwen, die aangepast zijn aan mensen die een rolstoel nodig hebben, dan kunnen we hopen dat mensen uit hun verkavelingen, slechte woningen, onaangepaste woningen, onaangepaste plekken, dat die naar een appartement verhuizen. Dat betekent dat in hun grote woningen dat dan gezinnen met kinderen kunnen komen. Dat betekent dan dat we geen extra gezinswoningen moeten bij gaan bouwen enzovoort. Dus investeren in wonen, goed voor de arbeidsmarkt, goed voor de ruimtelijke ordening en uiteraard ook zeer goed voor de mensen. Nu, ik heb de tabel er uiteindelijk niet ingestoken, maar Johan heeft er al op gealludeerd. Betaalbare wonen heeft, en sociale huisvesting in het bijzonder, als je dat verleent met de private huursector, haalt inderdaad een pak mensen uit de woonarmoede. Hè? Ik zeg, sociaal, we hebben dat toen gezegd, maar kijk, sociale huur, dat is eigenlijk een heel goed kind. Vandaag stellen we eigenlijk vast, er wordt wel heel veel gezegd over zware investeringen in sociale huisvesting, maar eigenlijk is dat niet zo. Ik heb hier de tabel gezet van het aantal sociale huurders in verhouding tot het aantal private huishoudens. Dan zie je dat er in 2012 was 5,13% van de Vlaamse private huishoudens sociale huurder. In 2019 was dat 5,16%. Dat is dus een stijging met 0,03%. Dat is eigenlijk gewoon niks. Hè. Er wordt niet extra geïnvesteerd in sociale huisvesting. Dat heeft onder andere te maken natuurlijk met de innovatieopdracht waarmee men zit. Als je dan de SVK-woningen bijtaalt, dat zijn er ongeveer 11.000. Dat kun je zeggen van kijk, echt sociale huurwoningen waarvan we zeker zijn dat ze sociaal aan de man worden gebracht, dat is maar 5,57% van het aantal huishoudens, wat dus zeer weinig is. Hè. Onderzoek heeft vastgesteld dat eigenaars wel heel graag met SVK's werken. Dus dat is een formule waarvan je zou kunnen zeggen van kijk, we zouden die beter substantieel uit gaan bereiden, maar de overheid heeft destijds SVK's erkend, heeft aangezegd, en dan de woning heeft beslist van jullie worden een volwaardige institutionele partner op de woningmarkt, maar heeft nooit geen B gezegd, met andere woorden, de nodige financiële middelen op tafel gelegd. Nu, het is een totaal ander systeem dan de sociale huursector. Men zou ook kunnen overwegen om een huursubsidie in te voeren in afwachting dat er meer sociale huurwoningen en meer SVK-woningen beschikbaar komen. Maar met huursubsidie moeten we voorzichtig zijn. En we hebben daar straks gezegd van iets als de woonbonus zorgt dat de koopprijzen stijgen. Wel, een huursubsidie, als dat niet verstandig wordt toegepast, heeft dat eigenlijk eenzelfde effect, maar dan op de huurmarkt en stijgen ook de huurprijzen. Maar in elk geval, er zijn middelen genoeg. Ik denk dat er ook een verhaal, een theorie is, die een ecologische New Deal met substantiële investeringen in de wonen kan gaan verantwoorden. En dan nog een vierde en laatste punt is van, kijk ja, er zijn op dit moment heel veel, en dat is al een tijdje, heel veel innovatieve woonexperimenten, community land trust, co-housing, enzovoort, enzovoort. Laten we die koesteren, maar laten we ook niet naïef zijn. Hè. Die nieuwe wooninitiatieven zoals ze vandaag functioneren, dat zijn meestal kleine initiatieven, samenwerkingsverbanden tussen veel spelers, die eigenlijk allemaal relatief weinig kapitaal hebben. En als je dat, we hebben daar een onderzoek rond gedaan, in opdracht ook in het kader van het steunpunt.
We hebben ongeveer een 300 nieuwe wooninitiatieven gedetecteerd. Dat is veel. Hè? Dat zegt iets over de gezondheid van ons, civiele samenleving, denk ik. Maar tegelijkertijd brengen die allemaal samen, als we breed rekenen, maar een 6000 woning op de markt. Met andere woorden, nieuwe wooninitiatieven, zeer nuttig. Hè? Ze formuleren problemen, ze suggereren alternatieven, maar ze zullen zelden of nooit tot een structurele oplossing leiden. Dus we mogen ons er niet op miskijken. Hè. Op dit moment is er heel veel aandacht voor al dergelijke soort initiatieven, maar het mag geen aanleiding zijn om ons af te leiden van een serieus investeringsprogramma via sociale huurwoning en via SVK-woning. En dat was het. Dank u wel, Pascal. Niet dat ik de ambitie heb om uw tweede deel samen te vatten, maar ik ga toch misschien zeggen wat ik ervan onthouden heb, is van, er is geld genoeg om in huisvesting te besteden. Dat is belangrijk, hè? Alleen maar hoe dat men de prioriteiten legt. En wat ik ook onthoud van hetgeen wat je in uw tweede deel zegt, is van, dat overheden of departementen, of hoe wat je ze ook mocht noemen, moeten samenwerken. Hè? Wonen, welzijn, ruimtelijke ordening. En dat die samenwerking ook heel veel winsten kan boeken. Johan, ik heb jou met een stukje huiswerk voor de pauze, voor het tweede stuk gezet. Van, kan wonen een hefboom zijn voor mensen om uit armoede te ontsnappen? Maar dat houdt natuurlijk ook niet in dat je over de twee andere dingen waar dat Pascal het over gehad heeft, hè, namelijk het woonbeleid en de middelenkwestie, dat je daar ook je licht mag over laten schijnen. Er zijn al een aantal vragen in de chat verschenen. We zullen die zelfs behandelen. Maar ik zou graag eerst, Johan, aan u het woord geven. En dan ga ik vooraleer dat we in de chat gaan, nog even de campagne van welzijnszorg rond de huisvesting, rond wonen, toelichten in onze aanbevelingen naar het beleid. En het zal voor velen geen verrassing zijn dat daar een aantal aanbevelingen zijn die ook door Pascal en Johan al aangehaald zijn. En dan gaan we daarna in gesprek. Johan, jij mag het woord nemen. Je hebt me doen aarzelen met hetgene wat je als huiswerk hebt meegegeven, Chris. Ik zie dat best zitten om op het huiswerk in te gaan, maar ik zou toch eerst een paar visjes willen uitwerpen over een aantal zaken die ik bij Pascal gehoord heb en waar dat ik een kanttekening bij wilde maken. Niet meer dan een kanttekening, om zelfs toch wel naar dat positieve verhaal van wonen als hefboom te komen. Oké. Eén waar dat ik mij een beetje zorgen over maak, is het idee van huursubsidie. In mijn ogen, je hebt het zelf ook al aangehaald, Pascal heeft het ook aangehaald, de woningmarkt, de huurmarkt zou er duurder door kunnen worden. Wat me vooral een stuk in het idee van huursubsidie tegensteekt, is dat je een mechanisme gaat creëren waarbij dat gelden die aan armoedebestrijding zouden kunnen besteed worden aan die middenklasse die eigenaar is van de huurwoningen. Als daar niet een aantal zaken als kwaliteitsnormen of wat dan ook naast staan, vind ik dit allesbehalve een goed idee. Zwat 1. 2. SVK, een sociale huisvestingsmaatschappijen, oké, ze hebben een functie, maar ik zie het niet zo graag gebeuren dat de ene in de andere wordt ingekanteld. Als we dat in de praktijk gaan bekijken, dan gaat dat in onze ogen vooral betekenen dat mensen die op die manier supplementair geholpen werden via de sociale verhuurkantoren, nu op gedeelde wachtlijsten terechtkomen waar er al tamelijk wat of heel wat mensen staan. Met als gevolg dat we bijvoorbeeld bij ons en met een aantal andere welzijnsschakels een klein beetje beginnen te dromen, mag ik misschien niet zeggen, want die droom heb je op het einde zelf de grond ingeboord door te zeggen van we moeten het niet verwachten van de alternatieve vormen van. Maar toch, wij vragen ons sluit op af of dat we de sociale verhuurkantoren niet opnieuw gaan moeten uitvinden als de bestaande sociale verhuurkantoren opgenomen worden in dat grotere mechanisme van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
En dan zouden we hier en daar wel eens durven dromen dat we zelf met iets gelijkaardigs op de proppen kunnen komen. We denken zo nog niet concreet, maar dan toch wel een site waar we zelf over beschikken, waar het denkbaar zou zijn dat wij door daar met een nieuw project aan te komen, de ruimtes zouden kunnen creëren die we zelf nodig hebben voor onze armoedewerkingen, maar wat dat we in de hoogte kunnen bouwen en dat we daar zouden kunnen voorzien in een aantal woonmogelijkheden aan sociale voorwaarden. Ik ga het niet met het ene of de andere naam benoemen van sociaal verhuurkantoor of huisvestingsmaatschappij dan wat, of wat dan ook, maar ik denk dat we daar als privé-initiatieven niet de zaak gaan oplossen, maar wel voor een aantal mensen een hefboom kunnen betekenen op die manier. En drie, een bedenking eigenlijk al meer bij het eerste deel, maar ook bij heel het stuk over het beleid. Ik zou durven hopen dat de gevestigde politieke partijen er wel belang bij hebben om bezig te zijn met een woonbeleid. Als er iets is wat ik heel vaak hoor bij mensen waar wij dagelijks mee omgaan, dat is dat extreem gedachtegoed, vooral rechts, maar soms ook links, daar eigenlijk aan kracht wint. En dat de argumenten daarvoor heel vaak komen uit de woonmarkt, waar mensen die wij ontmoeten eigenlijk laten horen van wij maken geen kans op een sociale woning, want er is voorrang voor. En dan komen er een reeks racistische termen die ik liever niet ga herhalen, maar dit heeft wel zijn politieke implicaties. Ik weet het, we hebben in een voorgesprek het er al eens over gehad en dan leek het er een beetje op van het is voor de klassieke politieke partijen toch te laat om er iets aan te doen, want die inkanteling is al een stuk gebeurd, maar toch, ik zou durven hopen dat er daar politiek toch wel een drijfveer zit om effectief op de woonmarkt iets te betekenen, al was het maar om dergelijke maatschappelijke tendensen een stuk te keren. Goed, kanttekeningen. Ik had een positief verhaal beloofd. Ik zou daarvoor een verhaal willen aanhalen van een gezin met twee kinderen die jarenlang in heel moeilijke omstandigheden gewoond hebben, van een aantal maanden dakloosheid, over kraakpanden, over een tijd lang wonen met een bezetting ter bede. Uiteindelijk hebben wij vanuit onze organisatie, een van onze deelorganisaties, een woning gehuurd waar we onder andere dat gezin in een woning gegeven hebben. Dat was hoog nodig op dat ogenblik, al was het maar omwille van het psychisch welzijn, vooral van de kinderen. En op dat vlak hebben we op vrij korte tijd met dat gezin echt wel gezien dat het feit van woonzekerheid te hebben, ook al was de termijn van die woonzekerheid jammer genoeg niet op voorhand vastgelegd, al konden we die ook op voorhand niet vastleggen, maar het heeft wel gemaakt dat de kinderen op de eerste plaats aan een vaste schoolcarrière zijn kunnen beginnen. De oudste van de twee zit ondertussen in het tweede middelbaar. De jongste van de twee waar de psychische problemen het zwaarst waren, heeft ook een stuk begeleiding kunnen krijgen. Ondertussen kan niet zeggen dat de problemen op dat vlak opgelost zijn, maar het feit van een woonstabiliteit heeft op het psychisch evenwicht eigenlijk van dat kind en eigenlijk ook van het hele gezin op die manier echt wel een hele positieve rol gespeeld. Ik zie één gezin voor ogen als ik u dit vertel, maar eigenlijk is het iets wat we op verschillende plekken toch wel gezien hebben en met verschillende gezinssamenstellingen, dat op het ogenblik dat je dat probleem van geen woonzekerheid kunt aanpakken, zet je een hele hoop andere mechanismen in gang die positief werken op het welzijn van dat gezin. Al is het maar, de vader heeft ondertussen werk gevonden. Hij kan nu ook werken, want zolang als hij geen huisvesting, geen domicilie had, waren er een aantal andere dingen onmogelijk. Bankrekening bijvoorbeeld was niet zo eenvoudig, dus waar moest een loon op terechtkomen? En zo krijg je op het ogenblik dat een woning er is, een aantal zaken die beginnen te rollen en die effectief op korte termijn of vrij korte termijn toch wel positief inwerken op het algemene welzijn van mensen. Voor mij een reden waarom we in een werking als onze armoedewerkingen echt wel het wonen continu op de voorgrond willen blijven plaatsen, omdat we zien hoe wezenlijk dat het is om voor een aantal mensen iets van welzijnsgarantie te kunnen geven. En vooral op psychologisch vlak speelt dat heel sterk mee, merken we. Positief verhaal omdat ik het moest, omdat ik het ook wel wil. Het negatieve van het verhaal is dat we dat eigenlijk niet uithouden als private armoedeorganisatie. Dus wat wij
ons kunnen doen en hier en daar voor mensen kunnen doen. Structureel kunnen we dit niet. Dit kunnen we niet betalen, eerst en vooral. In het gezin waar ik nu over spreek, die kunnen ondertussen een groot deel van hun huur wel zelf betalen, waar wij in het begin zelf helemaal voor de huur instonden. Dat is geleidelijk aan verbeterd. Maar dit heeft ons wel heel wat gekost. Gelukkig met projectmiddelen van hier en daar hebben we dat een tijd lang kunnen doen. Maar om dit oneindig te gaan doen, en zeker om dit op grote schaal te gaan doen, is aan een organisatie als de onze niet gegeven. Voor deze mensen zelf, ook het jammere is, eind dit jaar zal die huurtermijn daar aflopen. Omwille van het feit dat de eigenaar dat huis gaat afbreken. De woonkwaliteit was niet 100%, dat moet ik ook toegeven. En hij heeft misschien wel gelijk dat hij de woning afbreekt, maar voor dat gezin betekent dat dus wel weer opnieuw op zoek gaan. Maar eigenlijk wat er systematisch eigenlijk in een dergelijke manier van werken voor ons toch wel een moeilijkheid is, is als je zoiets begint, moet je een stuk doorstroming hebben. Je moet, kan dat voor een tijd voor een gezin opnemen, maar er komt een eind aan de periode dat je dat moet doen, of die woning voor een ander gezin opnieuw een grotere rol spelen. En als je dan aan het gezin dat daar komt, en daar zitten we nu mee, geen waardig alternatief kunt aanbieden, heb je een tijd lang effectief wel een positief effect gehad, maar is het des te pijnlijk als je op een bepaald moment moet gaan zeggen vanuit onze organisatie van sorry, dit kunnen we niet langer aanbieden en we vinden op dit moment voor u geen haalbaar, geen betaalbaar alternatief. Dat is dan ook een realiteit waar we op dat ogenblik mee geconfronteerd worden. En voordat ik nu weer in negativisme ga vervallen, Pascal, Chris, onderbreek me maar. Ja, nu, het noopt ons alleen maar om te zeggen hoe belangrijk dat wonen is en hoe belangrijk dat het is om daar, zoals dat Pascal in het begin van zijn uiteenzetting zei, van eigenlijk is er geen woonprobleem, eigenlijk is er geen politiek probleem, eigenlijk is er geen maatschappelijk draagvlak. Terwijl dat wij, als ik het mag spreken, iedereen die hier nu vanavond aanwezig is, in de feiten wel ziet dat het een zeer groot probleem is. Dus in die zin is de campagne van welzijnszorg een van de doelstellingen is om dat probleem inderdaad tot op een niveau te brengen dat het maatschappelijk wel zeker een probleem is of geproblematiseerd wordt. En dat het beleid daar rond verandert. En een van de dingen, en ik ga dan even ook technisch eventjes het scherm opnieuw delen. Voilà. En dan ga ik kijken. We hebben vanuit de campagne die we dit jaar voeren, vanuit welzijnszorg, een aantal aanbevelingen. En het is een beetje een open deur intrappen. Meer sociale woningen. En op de kwaliteit verbeteren. Als de analyses, ja, die zijn gekend. Jammer genoeg, als je de boeken bekijkt die Pascal en zijn collega's geschreven hebben in 2005 en 2015. En als ze in 2020 een nieuw boek zou schrijven, zou dat nog hetzelfde zijn. Dus alleszins is denk ik het belangrijk dat we het maatschappelijk draagvlak daar rond vergroten. Hè. Iets wat misschien niet aan bod gekomen is in hetgeen wat wij nu verteld hebben, of hetgeen wat de Johan en Pascal verteld hebben, is ook een stukje, en dat is dat zijn de twee laatste blokjes. Hè. Dat gaat over die alternatieve woonvormen, maar ook over het statuut van samenwonenden. Hè. Het mensen die een uitkering hebben en die zeggen van ja, we kunnen niet met onze uitkering privaat gaan huren, maar weet je wat, we slagen ons samen en we delen een woning. Niet dat we in een relatie gaan stappen, maar we delen een woning. Dit is op dit moment problematisch. Hè? Dat heet dan solidair samenwonen. Dat kan wel als je allebei een inkomen uit arbeid hebt, maar als er een uitkering bij te pas komt, dan is dat problematisch. Dus dat is een klein stuk, maar dat betekent soms wel voor mensen met een uitkering of met een heel laag inkomen een wereld van verschil als daar ook iets zou kunnen aangebeuren. Maar u kan de andere zaken lezen waar dat we vanuit welzijnszorg zeker en vast werk van willen maken samen met jullie. En dat is dan het tweede stuk waar ik nog wil aanbrengen. Is van, het is een beetje old school om met een petitie te werken, maar toch, als we dat draagvlak willen vergroten, dan moeten we ook aan de bevoegde minister, Matthias Diependalen, zeggen van, kijk, wij hebben wel heel veel mensen die eisen onderschrijven. En dat kan je nu tegenwoordig makkelijker digitaal. Hè.
Je kan op onze website Samen tegen Armoede de petitie ondertekenen. Want het is uiteraard de bedoeling dat we in gesprek gaan met de minister van Huisvesting, zowel voor die van Vlaanderen als die van Brussel. Ik ga even nog tussenkomen, Chris. Naar aanleiding van het feit dat je over dat statuut van de samenwonenden spreekt, eigenlijk werkt dat twee keer negatief als je het gaat bekijken. Eén, voor de mensen die samen gaan wonen, betekent het heel vaak dat ze elders nog andere woningen houden om een ander domicilie te hebben en dus bijvoorbeeld een uitkering niet te zien verkleinen. Maar dat houdt dan tegelijkertijd ook in dat er eigenlijk in de praktijk een aantal leegstaande woningen, vaak ook sociale woningen zijn die leegstaan, in de praktijk, terwijl ze in theorie bewoond zijn door degene die elders gaat. En dan zien we tegelijkertijd ook, en dat horen we vrij vaak van mensen toch wel die in dergelijke situatie verkeren, ook als ze effectief gaan samenwonen vanuit een relatie, dat ze toch wel geneigd zijn om iets achter de hand te houden. Bijvoorbeeld de sociale woning waar ze niet langer in wonen, omdat ze zelf ook niet altijd even zeker zijn van de relatie waarin dat ze zitten. En vanuit de ervaring van andere mensen, als er daar een breuk in de relatie komt, dan staat je in de wachtlijsten op de sociale woningen weer heel ver van achter. En dan dreigt voor nogal wat mensen de dakloosheid. Zeer, zeer juist. Dat zijn de verhalen uit de praktijk die inderdaad nog maar eens aantonen hoe precair dat het is en waarom dat mensen vanuit een overlevingsstrategie die dingen doen, waardoor het voor anderen dan nog ook problematisch wordt om op die huisvestingsmarkt te komen. Absoluut. Dank u daarvoor. Ik ga even over naar de chat. En ik heb gezien dat er rond huursubsidie wel een aantal vragen zijn. Onder andere Ludo Corijn. Ik weet niet, Ludo, of dat je het ziet zitten om jouw vraag ook eventjes mondeling toe te lichten en ook te zeggen van aan wie dat je deze vraag best richt. Ik vermoed dat dat aan Pascal is. Ludo, is het mogelijk om even het woord te nemen? Micro, ja. Ben ik unmuted nu? Ja, we horen u. Ja, oké. Okay. Ja, even in feite is het op een zeer concreet puntje. Terwijl eigenlijk mijn grote vraag is, maar daarom dat ik de e-mails vroeg, en ik zal er wel toegestuurd krijgen als ik de mail ook naar u toe doe, omdat het in feite gaat in mijn ogen over de problemen veel ruimer aanpakken. We hebben het nu over wonen, maar vandaag of morgen is het armoede, overmorgen is het cultuur, overmorgen is het werktijdverkorting enzovoort. Met een totaal ander model werkende zou in mijn ogen veel opgelost zijn. Ik ga er niet verder over uitweiden nu over dat punt, want dat gaat ons veel te ver leiden en dat kan toch niet op 5 minuten. Maar toch wel graag het antwoord op de mails en de voorstellen enzovoort, niet alleen die van mij komen, maar die ik links en rechts en toch met peer-reviewed onderzoek in feite kan onderbouwen. Het is niet zomaar vanuit een ideologische gedachte van zouden we niet dit of zouden we dat. Nee, ik denk dat het serieus onderbouwd en gestaafd is. Nu eventjes over, het is maar een kwestie van creatief te zijn. Als je even redeneert in het huidige systeem, waar we nu in zitten, zeg maar, met die inkomstenmogelijkheden, belastingmogelijkheden en met die uitgaven, sociaal enzovoort enzovoort, neemt dat puntje subsidie. Waarom niet? Je kan naar de website www.vlaanderen.be gerust vragen als huurder of als verhuurder, wat zal ongeveer mijn huurprijs zijn? Ja? Dat is gewoon een advies die Vlaanderen dan geeft en je moet nog eens een serieus gedetailleerde lijst invullen. Hè? Ja, dus... En je krijgt perfect, dat is ongeveer die huurprijs dan. Waarom zou je niet samen met de huursubsidie, zeker als je vaststelt dat dat een negatieve effect heeft, dat je niet met zelf dan nog een procent min en meer afwijking mogelijkheid, waarom zou je dat niet kunnen linken aan zulke regels? Oké, Ludo, ik ga je even onderbreken, want jij zei iemand die, als hem op dreef is, moeilijk te onderbreken is. Ja. Mag ik even
samenvatten, want ik voel waar dat uw vraag naartoe gaat, of ik denk het alleszins, hè, is het dat je zegt van een overheid zou moeten werken met richthuurprijzen en die richthuurprijzen die moeten gelinkt worden aan een huursubsidie. Om net... Bijvoorbeeld, over dat concrete puntje, ja. Ja. Om dus als antwoord te dienen op de argumenten die ik er juist gehoord heb van Johan en van Pascal. Ja. Misschien mag Pascal over die richthuurprijzen en huursubsidie... En dan kan het kort zijn, want dan kunnen ze ineens ook daarop antwoorden. En een tweede punt, waarom niet stimulerender werken naar wat ik een tweede of een derde pensioenpijler zou kunnen noemen, naar zeg maar eigendom, dat die 70% dat gerust naar 90% kan gaan, eigendom, via een staatswaarborg. Dat kan niet veel kosten, want dat pand staat borg bij de moeilijkheden die erbij niet betalen enzovoort. Ik heb daar zelf in kort een berekening bij gemaakt. Dat is alles. Oké, dank u wel, Ludo. Ik stel voor, Pascal, want het is nogal een technische vraag, dat je eerst rond die richthuurprijzen en huursubsidie. En in uw uiteenzetting heb je ook iets gezegd, een vergelijking met Duitsland. Ik weet niet of daar iets in zit. En dan misschien kort, want ik denk dat ons te ver zou leiden, is het eigenaarschap als een zoveelste pensioenspeler met staatswaarborg. Is het zoiets, Ludo? Voor eerste woning uiteraard, hè, en onder voorwaarden. Ja. Oké. Okay. Pascal, ik ga die boterham en die kelk naar jou doorsturen. Ja, rechthuurprijs en huursubsidies, dus dat is een verhaal dat al regelmatig opgehaald maakt. Eigenlijk functioneert dat in Nederland. Ja, daar heb je de private huurprijzen. In Nederland, stel maar, er zitten een aantal randvoorwaarden. Hè. Contracten van onbeperkte duur. En dat is een privaat huurcontract. Er zijn een soort rechthuurprijzen, een of andere tabel, waar met een puntensysteem in functie van de kwaliteit huurprijzen worden bepaald. En dat is een kader, dat is niet verplicht. En Nederland heeft inderdaad ook een heel belangrijk huursubsidiesysteem. De bedenkingen daarbij zijn van men moet dat heel sterk gaan controleren. Dat is administratief heel, heel zwaar. Twee, het sluit niet uit dat er tekorten ontstaan. De private huursector, zelfs met de huursubsidie in Nederland, is toch wel behoorlijk duur. Hè? Je kan woonmodellen heel moeilijk gaan vergelijken. Hè? Vlaanderen is 70% eigendom, 20% private huur, nog wat sociale huur. Nederland is nog altijd meer dan 30% sociale huur. Dus iemand met een laag inkomen die in Nederland een woning zoekt, de kans dat hij in een sociale huurwoning terechtkomt, is veel groter dan bij ons. En zelfs in de sociale huisvesting, krijg je nog huursubsidies. Duitsland is een ander systeem. Duitsland heeft niet echt sociale huurwoningen. Het is een heel complex systeem waar ik hier nu niet ga op ingaan. Maar stel nu dat je bij ons hebt dat... De huurwijzer, hè. Je hebt die van Vlaanderen, dat is een uitstekend ding. En je hebt huursubsidies, maar als je huursubsidies gaat veralgemenen, ga je op een systeem, zelfs met huurprijzen, met rechtprijzen, ga je de marktwerking gaan forceren. Hè. Ik deel de bezorgdheid van Johan met huurprijzen. De kans blijft heel groot dat je de verhuurder gaat stimuleren. Hè. Oké, okay. Maar wat doe je met de huurmarkt die nu zo vrij is, zal ik maar zeggen, dat je ook, zoals dat Johan aanhaalde, een kelderverdieping kunt verhuren voor veel te veel geld en een veel te slechte kwaliteit. Hè. Dat laat je als een overheid wel toe dat gebeurt. Ja, dat is de overheid die dat toelaat. Hè? Ja, dat is natuurlijk, dat is door, je zit met een systeem, je hebt 5-6% sociale huurwoning, echt betaalbaar wonen. Je hebt een vraag van tussen de 10 à 15%.
ja, dan, en je hebt een private huurmarkt die behoorlijk vrij is, ja, dan zorg je gewoon voor problemen. Hè. Je zit daar gewoon met een structureel tekort aan goede betaalbare woningen. En in Nederland zijn dat sociale huurwoningen. Hè. En Nederland heeft ook wel haar problemen, maar dat is iets anders. Je hebt gewoon een tekort aan goede betaalbare woningen, en dat zijn sociale huurwoningen, SGK-achtige toestanden enzovoort, waar je als overheid zelf de kwaliteit als het ware garandeert. Ja. Dat is ook niet altijd sluitend, maar nu zitten we met het systeem, en dat is het probleem van lokale bestuur. Je zou kunnen zeggen, voorbeeld van die kelderwoning, van we doen een klacht in, de gemeente komt dat de technische kwaliteitscriteria naastleggen, gaat over tot een onbewoonbare verklaring, ja, dan ben je geen stap vooruit. Hè. En dat is een beetje de structurele positie waarin dat je aan de onderkant van de private huurmarkt zit. Als men daar tegenover optreedt, ja, dan maakt men die markt tegelijkertijd nog krapper. Ja. En dat is een heel paradoxale situatie die structureel ongezond is. Hè. Ja. Dus met andere woorden... die is ook niet nieuw. Hè. Ik herinner me in de jaren 80 nog een artikel van een collega die met als titel Elke garage is te huur. Ja. Dus dat is gewoon, je zit dan met een structureel probleem. Dus de eis, de aanbeveling of de eis van 100.000 extra sociale huurwoningen op 10 jaar tijd, zou daar iets kunnen aan zou daar een beetje... Absoluut. Ik ben absoluut de voorstander om die 250.000 sociale huurwoningen te bouwen. Hè? Ja. En één, het is op dit moment zeer goedkoop. Geld is goedkoop, de helft van de woonwoners komt vrij. We moeten een relancebeleid voeren post-corona. Ik zou zeggen, laten we ons aan beginnen. Hè? Ja. Oké, we zullen eraan beginnen. Nu gewoon het geld dan nog vrijmaken. Nu, er is een vraag, ook, niet echt een vraag, maar van Sarah de Koster, die in uw uiteenzetting hoorde hè, dat er 71% van de mensen eigenaar zijn. En was er een beetje verbaasd over. Je hebt al even geschetst dat in Nederland een beetje anders ligt, hè, die verhouding tussen 30% sociale huur, veel minder eigenaars. Kun je daar ook nog iets meer context geven, Pascal, hoe dat in Europa zit? Ik weet bijvoorbeeld dat in Roemenië ligt het aantal eigenaars nog hoger. Hè? Maar we gaan nu niet zeggen dat Roemenië een meer welvarend land is dan België, maar ik weet niet, kun jij daar nog iets van context rond geven? Ik denk dat er in Roemenië nog heel veel noodkopers tussen zitten, denk ik. Maar dat zijn gewoon woningen die onder het communistisch systeem zijn gebouwd en die dan om van de miserie vanaf te zijn door de overheid aan de mensen zijn gegeven. Dus dat is niet echt een goed voorbeeld, denk ik. Nee, maar het is wel zo, de landen met hoge eigenaarspercentage zijn allemaal Oost-Europese landen in flatgebouwen van zeer slechte kwaliteit. Dus dat zijn meestal slechte voorbeelden. Nu ja, dat heeft te maken met keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Ja, Roemenië is ook een keuze die in het verleden is gemaakt, natuurlijk. Maar je kunt zeggen, je hebt eigendomslanden. Dat is bijna alle Zuid-Europese landen en België behoren daartoe. Men heeft dat, in het verleden heeft men daarvoor gekozen. En dat altijd gestimuleerd. En de andere, de private huursector vrijgelaten en sociale huur eerder klein. Je hebt landen die gekozen hebben om bepaalde redenen, vaak ook al politieke, voor sociale huisvesting. Nederland is dan een voorbeeld daarvan, maar alle Scandinavische landen zijn dat ook. In Nederland was de sociale huisvesting, op het moment dat het bij ons maximaal is gebouwd, jaren 60 en jaren 70, was ongeveer 25% van de nieuwbouw waren sociale woningen. In Nederland is dat op een bepaald moment 80% geweest. Dus bijna alle woningen die gebouwd werden, waren sociaal. Dus Nederland, dat is nu al aan het veranderen. Nederland heeft toen, dat is een sociale huisvestingsland, en dat is een keuze die op een bepaald moment door bepaalde regeringen zijn gemaakt. En los van de politieke kleuren heeft dat systeem toch behoorlijk lang stand gehouden. Men is daar nu, keerpunt rond 1990, is men daarvan aan het afstappen. Maar nog altijd is 30% van de nieuw gebouwde woningen in Nederland sociaal. En dat is een politieke keuze. En dan heb je private huurlanden, die bestaan ook. In Duitsland is meer dan 50% van de huishoudens is daar private huurder. In Zwitserland is 75% van de huishoudens private huurder. Maar dat zijn dan soort complexe systemen waar 1. Contracten van onbeperkte duur, waar dat langs de kant van de huurder er huursubsidie is, bijna al veralgemeend,
waar er huurprijzen zijn die afdwingbaar zijn op een of andere manier voor huurgeschillencommissies, en waar langs de kant van de investeerder, en dat gaat van, bij wijze van spreken, tot de particulier, hè, zo bijna zijn de kleine zelfstandigen van vroeger, tot grote bouwbedrijven, dat die fiscaal ondersteund worden om dat te gaan doen. Want dat is gewoon een compleet ander systeem. Hè. Ja. Dat zijn gewoon... Daar gaan wij nu niet snel in kunnen rollen. Nee, in nee, dat zijn systemen die soms bijna 100 jaar oud zijn. Hè. Ja. Maar, er wordt bij ons regelmatig op dat moment naar Zurich verwezen, coöperatief is. Ja. Heeft daar een referendum. Allee, dat is om wat te zeggen om het over maatschappelijk draagvlak te hebben. Hè. Ik stel je voor dat je in België een referendum zou houden en je zegt van kijk, we willen tegen 2040 33% coöperatieve woningen hebben. Ik denk niet dat je het gaat halen. In Zurich is dat beslist in een referendum. Hè. Dus de bevolking heeft daarvoor gestemd om dat zo te doen. Maar dat heeft te maken nu met een verleden van coöperatief wonen in die stad. Ja. Dus dat is wat er in het verleden gebeurt, is dan dat veeg je zomaar niet weg. Hè. Vandaar dat het eigenlijk altijd heel moeilijk is om landen te vergelijken. Iemand, omdat je spreekt over hoe dat men in Nederland gekozen heeft voor het sociaal wonen, veel meer dan in Vlaanderen, maar er iemand haalt aan het bindend sociaal objectief. Is dat dan geen voorbeeld van actief beleid? Voor diegenen die dat niet kennen, bindend sociaal objectief is een norm die de Vlaamse overheid aan de gemeente oplegt om een aantal, een zeker percentage sociale huurwoning in de gemeente zelf te realiseren. Dus anders worden ze afgestraft. Nu, Pascal... Ja, voilà, dat wou ik eventjes uitlokken. Pascal, dat bindend sociaal objectief, is dat dan geen vorm van strafbeleid voeren om toch meer sociale huurwoningen te krijgen? Ja, ik denk, het is een beetje zoals het verhaal van de sociale huurkantoren. Hè. Ik vind het op zich een heel goede eerste aanzet. Het is een overheid die A zegt, maar geen B. Je kan dat maar doen werken als er voldoende middelen tegenover staan natuurlijk. Ja, en het is ook het is niet de overheid die zichzelf iets oplegt, het is de overheid die aan een aantal gemeenten iets oplegt. Hè? En gemeenten, dat is vooral de bedoeling, het was eigenlijk een instrument om sociale woningen buiten de steden te gaan bouwen. Hè? Van de grote steden of steden en gemeenten die al een bepaald percentage hadden, die mochten zelfs geen extra sociale woningen meer bouwen. Hè? Die moesten, als ze bouwden, was het vervangingsbouw. Er moest een convenant voor afgesloten worden. In Gent is dat pas vorig jaar, als ik me goed herinner, van de eerste keer gebeurd. Dus lange tijd was de consequentie van dat sociale objectief dat er op bepaalde gemeenten niets werd gebouwd. En de anderen die kregen wel die taakstelling. Hè, maar de middelen waren er niet voor. Maar in principe zou zoiets kunnen. Nu, als je dat... Eigenlijk bestaat er ook zoiets in Frankrijk. Hè. Gemeenten die hebben er ook zo'n taakstelling opgegeven. Alleen... In Frankrijk, als je het niet doet, worden gestraft. En dat is bij ons natuurlijk een bindend sociaal objectief zonder sanctie. Als je het niet haalt, ja, is niet echt bindend. Hè? Mm-hmm. En dan gemeenten kunnen ook kiezen om niet mee te doen. Hè? Rijke gemeenten doen dat niet mee. En wel, die betalen dan gewoon de boete. Ja. Je hebt dan tenminste nog het geld om de woning mee te gaan bouwen. Wees het daar eens anders. Oké, dat is klaar. Nu, ik heb nog even in de chat aan het scrollen geweest. Ik vind geen bijkomende vragen meer. Nu, we zijn ook al bijna twee uur, zeer intensief op dit thema bezig. Dus ik stel voor dat we hier het neerleggen vanavond. Nu, surf zeker naar onze website van Samen tegen Armoede van Welzijnszorg en onderteken onze petitie. Wij voeren nog 1 maand actief campagne, maar dat betekent niet dat na onze campagnetijd het huisvestingsprobleem zal opgelost worden. Hè. Het is wel duidelijk dat wonen een zeer grote hefboom is om uit armoede te ontsnappen, als ook inkomen, en dat dan nu net twee beleidsdomeinen zijn waar daar een overheid vat op heeft. Hè. Alleen moeten wij ervoor zorgen dat het draagvlak groot genoeg is dat de overheid daar effectief dan ook iets mee doet.
Ik wil Pascal en Johan heel hard bedanken voor het mooie evenwicht tussen de academicus, socioloog, onderzoeker en de man die met zijn voeten in de praktijk staat met mensen in armoede. Ik denk dat dat een zeer waardevol evenwicht was voor vanavond. En jullie bedank ik zeker voor de volgehouden inspanning en de inspanningen die nog moeten komen, want het is een onvoorstelbaar groot onrecht dat mensen zo slecht moeten wonen en mensen in armoede die kansen niet krijgen. En ik ben begonnen met te zeggen dat Johan en Pascal wel wat kilometers op de teller hadden. Nu, ik heb voor mezelf gezwegen, maar ik heb ook al wat kilometers op de teller. We waren in 2004, Pascal en ik, samen op een manifestatie in Gent voor een beter woonbeleid, samen met 2000 mensen. Hetgeen wat we er toen vertelden, is jammer genoeg vandaag nog altijd zo. Maar dat wil niet zeggen dat we niet die drive moeten hebben om dat zomaar te aanvaarden. Dus in die zin dank ik jullie om hier te zijn en te luisteren. En we gaan nog volop campagne voeren. Niet alleen deze week, maar nog de komende week en de komende jaren. Omdat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, die verdienen een deftige woning. Zodanig dat ze hun leven in handen kunnen nemen. Alleszins bedankt allemaal om hierbij te zijn. En vooral bedankt Johan en Pascal. Dikke merci voor jullie uitleg. Graag gedaan.